Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze tweede kennisdag over grasbekledingen. Het is een serie, in totaal drie. En dat organiseren we vanuit het programma Professionalisering Instandhouding Waterkering, het PIW. We hebben denk ik een heel interessant programma voor jullie. Vorige keer op 12 april hebben we het gehad over de sterkte van de grasbekleding. Vandaag willen we jullie meenemen in de robuustheid van grasbekleding en de biodiversiteit. En ook vooral met klimaatwijzigingen. Het is vandaag echt heel erg warm. Hoe robuust is zo'n bekleding dan bij extreme temperaturen of bij extreme neerslag? Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. En in september gaan we nog een keertje afsluiten met de vraag of de onderzoek naar is droogte ook een faalmechanisme voor de waterkering. Ik denk dat we een heel interessant programma hebben. De bedoeling was ook dat we naar buiten zouden gaan. Dat doen we niet, want het is eigenlijk te warm en onverantwoord om nu met 34 graden op de dijk te gaan staan. Maar de presentatoren van vandaag zijn vanmorgen vroeg al de dijk opgegaan, hebben filmpjes gemaakt. En aan de hand van die filmpjes, dus het is toch alsof we buiten zijn, gaan ze jullie meenemen in het verhaal. Wie zijn dat dan? Wie zijn er vandaag aanwezig? Nou, als eerste Peter Bonen, de vaste spreker hier, onze grasregisseur van het waterschap Vallei en Veluwe. Dan hebben we Cyril Liebrand van Eureco. En ik vroeg hoe moet ik je voorstellen? Hij zei, stel mij maar voor als de vegetatiedeskundige en de bioloog. Dan hebben we Wilco van Haren van het waterschap Rivierenland. En Wilco is, zit hier namens de dijkbeheerders. En Bart Wilders zou ook een... Willers. Ja, gewoon terecht te corrigeren, want dat is een hele grote fout die ik maak. Bart Wilders. Van ploegdriever en die mag voorgesteld worden als ecoloog. Nou, we beginnen eerst met een presentatie over de robuuste vegetatie. Dan gaan we eigenlijk die filmpjes die buiten zijn opgenomen met jullie doornemen. En vervolgens geven jullie ook heel veel kans om vragen te stellen. Dus als je vragen hebt aan deze specialisten die hier aanwezig zijn, stel ze via de chat, via de Q&A. We gaan de vragen selecteren en doorgeven aan de deskundigen. En ik hoop dat we op zo'n manier ook een interactief gebeuren en een verhaal gaan krijgen. Omdat we niet naar buiten gaan, houden we misschien iets tijd over. Maar we houden toch even met de eindtijd van 3:30 rekening. En als we eerder klaar zijn, dan zijn we eerder klaar. We zullen nog wel een pauze inlasten. Dat zal tussen de, zeg maar de eerste presentatie en de eerste filmpje zijn. Maar kijk even hoe we dat inpassen. Maar u krijgt zeker nog een kwartier om even de benen te strekken en een kopje thee te halen. Dan wil ik beginnen met het woord te geven aan Cyril. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Cyril Liebrand. Ik ben de vegetatieonderzoeker voor een hele hoop waterschappen. Ik heb de laatste pak een beetje 25 jaar heb ik voor diverse waterschappen in Nederland heb ik het vegetatieonderzoek op de dijken uitgevoerd en ik ook regelmatig doe ik mee met dit soort workshops. En ik wil ook van tevoren even zeggen, ik ben vegetatiekundige, maar ook ecoloog. Dus mijn belang is niet zozeer de sterkte van de dijk, maar ook wel de combinatie van sterkte en biodiversiteit. Vandaar ook dat ik her en der wat mooie plaatjes heb ingevuld of ingevoegd in de PowerPoint. Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn op de dijk in ons kleine landje. Dat gaat te snel. Dit is nog even het programma van vanmiddag. Hè? Dus we hebben net de opening gehad, de inloop. Ik begin dan met mijn verhaal. Daarna is er een korte pauze met een slideshow van foto's van dijken. Daarna zouden we naar buiten gaan, maar dat wordt dus vervangen door de filmpjes binnen. En tussen de filmpjes en voldoende ruimte om vragen te stellen. En het einde is inderdaad voorzien op om 3:30. Ik wil even beginnen met dit plaatje. Dit is een plaatje van Peter Glas. Het stamt al uit december 2015. Toen kwam Peter Glas, die inmiddels dus de ex-Delta-commissaris, met het verhaal van de flauwe pauperdijk. Van een dijk kan sterk zijn, maar ook mooi. En niet alleen mooi, maar kan ook veel biodiversiteit met zich meebrengen. Wat onder andere wordt aangeduid door het bijtje rechtsboven. Ja, dit is een beetje wat ik zelf heb gedaan in het verleden aan onderzoek.
ik denk, ja, laat ik gewoon even doorlopen. Even over het belang van de dijken. Dit plaatje laten zien van, stel we hebben geen dijk in Nederland. Wat zijn dan de gebieden in Nederland die gevaar lopen voor overstroming? En dat is dus ja, ergens tussen de helft en een tweede derde van de oppervlakte is dus gevoelig voor overstroming. Dus dijken doen ertoe. Dit plaatje kun je dus zien hoe de belasting van de dijken is. Aan de buitenkant is dus de waterkant. Dan heb je te maken met golfklap. Hè? Golven die op een dijk slaan en daardoor behoorlijk wat kracht uitoefenen. Daarboven heb je een strookje met golfoploop. En aan de binnenkant heb je te maken met golfoverslag. Als de waterstand zo hoog is dat hij over de kruin heen gaat. Hoe wordt de sterkte van de dijken bepaald? Ik vond het toch wel leuk om een aantal plaatjes toe te voegen, omdat in het algemeen denk ik niet bekend is hoe dat gebeurt. Dit is onderzoek dat wordt uitgevoerd door een aantal aannemerspartijen, onder andere Infram, Hydrun Infram. Dit is een plaatje van de golfklap. In die grote blauwe bak zit water en het water wordt heel snel losgelaten, waardoor je in feite een golf nabootst. Met dit plaatje kun je kijken wat de golfoverslag voorstelt. Hè. Dan staat een grote gele bak bovenop de dijk. En om de zoveel tijd wordt er een golf losgelaten. En je kan de frequentie van de golven en de hoogte van de golven kun je aanpassen zodanig dat het lijkt op een storm die zich in Nederland kan voordoen. Nou, het gaat met behoorlijk wat geweld. Je kunt ook zien, hier zijn er wat kleine beschadigingen van het taluut. Een ander wat kleiner handzamer apparaat is de treksterktemeter. Dat is een apparaatje, bovenin zit een motortje, er zit een registratieunit aan. En onderaan zit een eenheid waarmee je dus een zode vastpakt. Je steekt de zode aan twee kanten los. Je steekt er pennen doorheen zodat de zode bevestigd is in een soort framewerk. En je trekt dat framewerk met die zode trek je omhoog. En de hoeveelheid krachten die je daarvoor nodig hebt, geeft de treksterkte weer. Dit is een plaatje eigenlijk over hoe de dijken in het voorjaar worden beoordeeld. We hebben een wettelijk beoordelingsinstrumentarium. En dat behelst drie categorieën. Het is goed, een gesloten graszode, een open graszode of een fragmentaire graszode. En het beste is natuurlijk om dit soort om die beoordeling uit te voeren tussen 1 januari en 1 maart, omdat dan de dijk er het slechtst aan toe is en omdat je dan benieuwd bent naar de kwaliteit van de zoden. Het tweede blokje geeft weer de eigenschappen van een waterstaatkundig geschikte dijk. Het is een menging van grassen en kruiden, 60-40 of 70-30. Bij voorkeur soortenrijk en daardoor heb je dus verschillende groeivormen met verschillende wortelstelsels. En wat wel belangrijk is, dat je regelmatig zo'n vegetatie tot bloei laat komen. Want er vallen natuurlijk altijd door ouderdom vallen de soorten uit. En je hebt dus continu in een vegetatie heb je verjonging nodig. Dus af en toe is het gewoon nodig dat de grassen en de kruiden tot bloei kunnen komen. En weer tot nieuwe exemplaren kunnen leiden. En uiteraard moet de grasbekleding van de dijk ook bestand zijn tegen extreme, onder andere extreme weeromstandigheden. En dus ook namelijk tegen de droogte, zoals we die afgelopen 3 jaar hebben gezien. Ik denk dat veel mensen dit ook kennen. Met deze kaart gaan we naar buiten toe. Dit gaat dus weer over het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Op die kaart staan een aantal categorieën met een aantal kenmerken. En je loopt over een dijk en je kijkt dus wat de kwaliteit is. En als je twijfelt aan de geslotenheid, dan steek je een zode en dan kijk je hoe sterk de zode is. Je kan de zode omkeren en dan krijg je dus een inzicht in de doorworteling. En je kan dus op dit plaatje zien dat er dikkere en fijnere wortels in zitten, maar je kan je ook voorstellen als je een gazon hebt met 1 of 2 grassoorten, dat je alleen maar kleinere, dunne wortelstelsels hebt. Deze heb ik nog even toegevoegd, dit is de penetrometer en hiermee meet je de dichtheid van de zoden. Want wat ik ook gemerkt heb, met name bij nieuw aangelegde dijken, die worden ingezaaid en die worden nog een keer ingezaaid en nog een keer ingezaaid en telkens gaat het dood. En dan ga je naar zo'n dijk toe en dan neem je de penetrometer mee. En dan blijkt dus dat alleen de bovenste 2-3 centimeter is losgemaakt. Daarin is ingezaaid. Die zaden die je hebt ingezaaid, die kiemen, je krijgt kiemplanten. Maar dan komt de warme periode aan en die kiemplanten zijn dood.
En dan blijkt dus gewoon dat die ondergrond onder die 3 centimeter, dat die veel te sterk verdicht is. Waardoor dus die wortels van die plantensoorten niet kunnen doordringen in die onderlaag. En dus ook geen, ja, geen stevigheid kunnen bieden eigenlijk. En op dat plaatje rechts kun je, als je die pin dus de grond indrukt, kun je die registreren. Dus hoe de dichtheid is van de bodem. Dus hoeveel kracht je moet zetten om die pin de bodem in te krijgen. En we hebben het hier over robuuste vegetatie. Hè? En dit zijn wat dingetjes die ik bij elkaar geschreven heb. De vegetatie moet voldoen gedurende het hele jaar. En met name dus ook in de winterperiode. Het moet erosiebestendig zijn, weerbestendig. En ook klimaatbestendig. Hè? Want als gevolg van de klimaatverandering zal er ook een verandering optreden in de vegetatiesamenstelling op dijken. Daar moet je ook voorbereid zijn. Het moet duurzaam te onderhouden zijn. Door middel van een vrij eenvoudig maaibeheer bijvoorbeeld. Een robuuste vegetatie bestaat uit gras- en kruidensoorten die bij elkaar horen en die elkaar ook aanvullen. En ja, zo'n vegetatie bestaat in het algemeen uit veel overblijvende soorten en in mindere mate uit 2-jarige en 1-jarige soorten. En als het even kan, de inheemse of de ingeburgerde plantensoorten. Omdat die ook het beste zijn aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. En uiteraard, als je veel soorten hebt, je veel soorten gras en kruiden, dan dien je uiteraard ook de ecologische functie van de dijken. Dit is in feite het plaatje waar je de sterkte in de toplaag moet zoeken. Hè. Dus een combinatie van de toplaag, de bovenste 30, 40 centimeter van een dijk, in combinatie met de planten. De planten bovengronds die zorgen voor een bedekking. De planten ondergronds die zorgen voor een doorworteling. En het bij elkaar houden van de bodemdeeltjes. Ja, wat moet je doen om een robuuste vegetatie te verkrijgen en te behouden? Het eerste is natuurlijk van belang de bodemsamenstelling. Die speelt een belangrijke rol. Als je een hele zware grondsoort gebruikt voor de toplaag, dan zul je zien dat er weinig variatie in de vegetatie komt. Dus je krijgt een aantal hoogopgaande grassen, weinig combinatie. En dus ook ondergronds wat minder combinatie of variatie. De helling en de expositie zijn bepalend voor de vegetatiesamenstelling. Maar dat zijn vaste gegevens. Hè. Je hebt een dijk en die heeft een bepaalde toplaag en die heeft een bepaalde helling en expositie. Maar wat je wel kan veranderen is het beheer en onderhoud. En beheer en onderhoud kan dus bestaan uit maaien of bewijden. En bij maaien heb je dus de mogelijkheid om maaifrequenties aan te passen of maaitijdstippen aan te passen. Ja, de vegetatiesamenstelling is uiteraard ook afhankelijk van wat er aan planten in de omgeving te vinden is en ook van de ouderdom van de vegetatie. Even kijken, dit is het plaatje van de lutum, zilt, zand driehoek. In feite lutum, zilt en zand samen vormen onze bodem. Hè. Dus altijd als je die percentages bij elkaar optelt, dan kom je op 100% uit. En die grijze baan, is in feite, dat zijn de grondsoorten die je in Nederland kan aantreffen. En als je gaat kijken wat voor vegetatietype je aantreft in die grijze baan, dus die baan van alle grondsoorten in Nederland, dan zie je dat de meest soortenrijke dijken en de zeer soortenrijke dijken wat lager in de driehoek staan. Dus bij de wat lagere lutumgehaltes en de wat hogere zandgehaltes. Wat weleens vergeten wordt, maar wat ook een hele belangrijke factor is, is natuurlijk het bodemleven in de grond. Hè? En sowieso heb je een bepaalde fractie organisch materiaal nodig. En dat is ook nodig voor wat rechtsonder staat. Het is misschien moeilijk te lezen, het bodemleven. Hè? Wat bestaat uit bacteriën, schimmels en regenwormen en dergelijke. Die moeten ergens van bestaan. En dat bodemleven heeft dus die organische stoffractie nodig. Kijken. Het gaat heel snel, dit wieletje. Ja, als je op een nieuwe dijk begint, dan begin je ook met het aanleggen van de toplaag, het inzaaien en dan krijg je het ontwikkelingsbeheer. En wat zich dan ontwikkelt, is natuurlijk afhankelijk van de standplaatsomstandigheden, de bodem en de voedselrijkdom. Dat levert op termijn levert dat een bepaalde biomassa-productie op. En als de biomassa-productie hoog is, dan zul je wat vroeger moeten maaien. Als die laag is, zul je wat later moeten maaien. Maar het doel, de ambitie zou moeten zijn dat louter gesloten vegetatie en ook een soortenrijke vegetatie.
Als je vanuit een oudere situatie naar een wat soortrijkere situatie toe wil gaan, dan heb je in feite herstelbeheer nodig en dus ook afhankelijk van de standplaatsomstandigheden en van de vegetatiesamenstelling en ook weer natuurlijk van het beheer. In het algemeen kun je zeggen, bij een hogere biomassa productie heb je een hogere beheerfrequentie nodig, zul je wat vaker moeten maaien. En bij een lagere biomassa productie kun je eventueel toe met een lagere beheerfrequentie en kun je ook later in het jaar maaien. En wat ik zelf eigenlijk wel belangrijk vind is dat je op soortrijke dijkvegetatie, dat je bijvoorbeeld tussen 1 mei en 21 juni geen beheer laat plaatsvinden. Soms is dat ook, net als in dit jaar waar alles wat later op gang komt, is dat een periode tussen 15 mei en 1 juli. Ja, wat je dus nodig hebt om een robuuste vegetatie te krijgen is een uitgekiend ontwikkelbeheer vanuit de nieuwe start of een uitgekiend herstelbeheer vanuit een bestaande situatie. En als je een onvoldoende resultaat hebt, dan kun je nog denken aan flora-verrijkende maatregelen. En daar kun je bijvoorbeeld kijken of dat je bepaalde soorten kunt inzaaien, een grassenmengsel of een grassen-kruidenmengsel of een kruidenmengsel. Of je kan aan de gang gaan met het uitleggen van maaisel van soortrijke graslanden. Ja, dan zou je wel moeten kiezen voor graslanden van min of meer dezelfde standplaatsomstandigheden, dus min of meer dezelfde bodem, helling en hetzelfde beheer. En wat bij dit ook altijd meespeelt, ja, op dit moment wordt er van alles en nog wat ingezaaid op dijken, maar pas op met floravervalsing. Ga bijvoorbeeld geen zeldzame soorten inzaaien die maar onder bepaalde omstandigheden voorkomen. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het maken van de typologie. En we dachten, ja, dat is vrij eenvoudig, want we hebben heel veel vegetatieopname. We gaan er wat in clusteren en we krijgen er vegetatietypen uit. Maar het bleek dat dat best moeilijk was, omdat je tussen al die vegetatietypen heb je overgangen tussen. Dus het is heel moeilijk om een vaste type te beschrijven. Uiteindelijk hebben we er toch iets van 22 uitgekregen. En wat is weergegeven op de verticale as is de soortenrijkdom. En die soortenrijkdom is in feite het aantal soorten wat je aantreft in een proefvak van 25 vierkante meter. En dat zijn dus de grassen en de kruiden. En wat ik straks ook in een van de filmpjes zeg, ik werk dus altijd met proefvakken van 5 bij 5. En mijn laagste soortenaantal wat ik ooit heb aangetroffen is 4. En het hoogste soortenaantal is 65. En dan zaten er dus 20 soorten gras in en 45 soorten kruiden. En dan zit je in deze grafiek zit je bij het soortrijk Klanshaven-Hooiland. Klanshaven, Hooiland en stroomlandsoorten. Ja, iets minder soortrijk, dus de soortrijke kamgrasweiden. Ja, dit is een heel onduidelijk plaatje, maar dit geeft een beetje de type weer. Dus uiteraard is het niet leesbaar wat er staat, maar je kan proberen dit te verklaren. Aan de linkerkant zitten dus de intensief beheerde graslanden. Aan de rechterkant de extensief beheerde graslanden die ook al verruigd kunnen zijn. Naar boven toe is het zandiger en kalkrijker. En naar beneden toe is het zandiger en kalkarmer. En als je dan gaat kijken op welke dijken die voorkomen, dan blijken dus aan de bovenkant de IJsseldijken te zitten. En aan de benedenkant de Maasdijken en de Vechtdijken met wat zuurder substraat. En in het midden de Waaldijken en de Rijndijken. Ja, dit geeft waarschijnlijk ook de meest onleesbaar plaatje, maar hier is dus de focus gelegd op de soorten die daar worden aangetroffen in die type. Maar zolang we dus nog geen sluitende nieuwe typologie hebben, werken we nog met de vegetatietype uit de VTV 2006. Dus voorschriften toetsen veiligheid primaire waterkeringen. En wat je op de gemaaide dijken aantreft tegenwoordig, dat is op sommige plekken nog het ruige hooiland. En dat zijn meestal plekken die overhoekjes die nog worden geklepeld. Maar verder vind je op grotere schaal soortenarm hooiland en op steeds grotere schaal H2 en H3, minder soortenarm hooiland en het soortenrijke hooiland. En het soortrijke hooiland, daar kun je in feite drie typen in onderscheiden. Het zeer soortrijke vegetatie met voornamelijk algemene soorten. En die voldoet ik aan alle eisen die je stelt op waterkundig gebied. Veel verschillende gras- en kruidensoorten. Dit is bijvoorbeeld een plaatje van zo'n dijk. Dat is een dijk en wamel. Met heel veel soorten. Ik denk dat hier dus het aantal soorten in een proefvak tussen de 50 en de 55 ligt. Maar hier ontbreken nog de echte zeldzamere soorten. Wel dingen als knoopkruid uiteraard. Het tweede soortrijke type bevat
een zeker aandeel aan bijzondere en zeldzame soorten. Is ook waterstaatkundig nog in orde. Het kan ook makkelijk worden onderhouden. En dit is bijvoorbeeld een plaatje van de Maasdijk. En als je goed kijkt, dan zie je bijvoorbeeld het Rapunzelklokje in. En dat is dat paarsblauwe klokje. Een van de zeldzamere soorten op die dijk. Dit is het Rapunzelklokje. In één keer heb ik ook de witte variant daarvan aangetroffen. En dan is er nog een derde type. En dat komt nog maar sporadisch voor. En dit komt eigenlijk vooral voor nog tussen Weert en Wins op de Waalbandijk. Een matig soortrijke tot soortrijke vegetatie, maar met een heel hoog aandeel aan bijzondere en zeldzame soorten. Maar het is een heel zandig gestelte luut en ja, zeer waarschijnlijk voldoet dit niet aan alle waterstaatkundige eisen die worden gesteld. Maar op die plek is de dijk overgedimensioneerd, dus daar kan het geen kwaad. Dit is een voorbeeld van die dijk. De soort op de voorgrond is wilde marjolein die daar ja, bedekkend voorkomt. Trekt uiteraard ook heel veel vlinders. En ja, dit is een plaatje om te laten zien hoe dat werkt als je met verschillende plantensoorten werkt met verschillende wortelstelsels. Dit is een voorbeeld van een prairie, maar voor dijken geldt in principe hetzelfde. Je hebt allerlei grassen, allerlei kruidensoorten met een eigen type wortelstelsel. Dit is één dwarsdoorsnede. En als je dat een beetje combineert met nog een dwarsdoorsnede, krijg je dit. En als je dat nog een keer doet, dan krijg je dus eigenlijk een optimale doorworteling van die toplaag die bescherming moet bieden tegen de erosie. Ik heb geprobeerd om dat bovengronds te vangen in dit plaatje. In dit plaatje kun je dus zien dat er minimaal drie lagen zijn. Op maaiveldniveau vind je vaak rosetplanten. In een laag van 15 tot 20 centimeter vind je vaak klaversoorten. Daarboven komt een laag met margrieten en knookkruid en dergelijke tot een centimeter of 40 hoog. En daarboven uitsteken al de bloeiwijzen van de hoogopgaande grassen. En je kan je dus voorstellen als je een gelaagdheid in die vegetatie hebt, dat je diezelfde gelaagdheid ook ondergronds aantreft. In de worteling. Die pijl die wijst naar knookkruid, is moeilijk te zien omdat er heel veel soorten omheen staan. Ik heb die knoopkruid netjes uitgegraven en uitgeklopt op de weg en dan krijg je dit beeld. Dus deze de worteling. En je kan wel zien dat, ja, je kan hier erosieproeven op loslaten, maar dat heel weinig schade zal berokkenen. Die toplaag met name, die bovenste 10, 15 centimeter, is compleet doorworteld. Hier is het nog een keer duidelijk te zien, hè? Dus de dikke en de fijnere wortels samen. Het gaat om deze soort. En deze soort is ook voor de biodiversiteit prima natuurlijk. Een hommel, steenhommel, kleine vos. Er komt nog een stukje waar ik eigenlijk snel doorheen wil gaan. Want het gaat over een nieuwe dijk en over een bestaande dijk. Maar daar heb ik net op het een en ander over verteld. Wat dingen zijn waar we nou ook mee bezig zijn binnen de handreik en grasbekleding. Is van hoe moet een toplaag eruit zien. Hè? Uit wat voor materiaal moet een toplaag bestaan zodat je een... Als het even kan, een soortrijke, bloemrijke dijkvegetatie krijgt. En dan moet je dus met name denken aan het lutumgehalte van de toplaag. En eigenlijk als je tussen de 12 en de 25% zit, zit je daar wel in de goede richting. En het tweede wat natuurlijk meespeelt is het voedingsstoffenniveau of de voedselrijkdom. Hoe lager die is, hoe meer soorten de kans krijgen om zich te vestigen en te blijven. En wat ik net ook al zei, er moet toch ook een bepaalde fractie aan organische stof zijn voor het bodemleven. Een aanbeveling voor de dijkverbetering, dus de dikte van de toplaag. Daar is ook vaak discussie over. Hè? Meestal wordt 30 centimeter aangehouden, maar als je echt naar glanshaven hooilanden toe gaat, dan zou het beter zijn om naar 40, 50 centimeter dikte te gaan. Als je gaat inzaaien, dan kun je allerlei mengsels gebruiken. Er zijn natuurlijk standaard mengsels in de handel D1 en D2. Maar wat ik al sinds een tijdje beweer, van ja, op zich is daar niks mis mee met die mengsels. Maar die soorten die in die mengsels zitten, die verdwijnen na verloop van tijd. En die worden vervangen door meer natuurlijke grassoorten. En ik denk dat het goed is om die grassoorten, ook al is het maar heel weinig, maar om die wel direct mee te zaaien met die D1 of D2. En daarvoor hebben we een nieuw mengsel bedacht. De vier grassoorten die groen zijn aangegeven, dat zijn de soorten uit het D1 mengsel, uit het standaard mengsel.
En de niet-groene soorten, dat zijn eigenlijk de natuurlijke grassoorten die in de natuurlijke graslanden op dijken voorkomen. Dus als je die minimaal een klein beetje toevoegt, zul je zien dat bij een bepaald beheer bepaalde soorten eigenlijk straks de basis gaan vormen van de nieuwe vegetatie. Daarnaast hebben we ook een kruidenmengsel ontwikkeld, samen met Kruidhoek. Ik heb gekeken naar de 1200 proefvakken bij Waterschap Rivierenland. En dat zijn de meest algemeen voorkomende soorten die in heel veel opnamen voorkomen. En daar kwam dit lijstje uit voort. En Kruidhoek is bijvoorbeeld in staat om zo'n mengsel te leveren. En dan heb je ook meteen de inheemse soorten te pakken. Het beheer is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Je legt een dijk aan, je hebt het goede materiaal, je hebt het goede inzaaimengsel. Maar vervolgens moet je gaan beheren. En dat is natuurlijk maaifrequentie, maaitijdstippen. En het afvoeren van het maaisel van belang. En vervolgens, na het ontwikkelingsbeheer wat zich afspeelt in de 2 tot 4 jaar na inzaai, dan ga je over naar instandhoudingsbeheer. Met wederom heel goed kijken, maaifrequentie, maaitijdstippen. Maaisel bijna altijd afvoeren, hoge biomassa vroeg maaien, lage biomassa later maaien. Even kijken die, ja. En wat ik straks ook benadrukte van respecteer de bloei- en zaadzetting. Hè? Omdat die vegetaties die zijn in ontwikkeling, je hebt dus een regelmatige verjonging nodig van alle soorten die er staan. Dus laat ook af en toe een vegetatie echt tot bloei komen, tot bloei- en zaadzetting komen. Dus doe niet wat hier gebeurd is. Hè. Alle planten staan volop te bloeien. Je maait en je maait zo vroeg dat er ook geen narijping meer kan plaatsvinden. Dus voor dit jaar zijn al die soorten, de zaden van die soorten zijn verloren. In het tweede blokje aanbevelingen heb ik ook staan geen bemesting. Tenzij uitgekiend om de NPK-verhouding te herstellen. Want soms zie je ook dat een vegetatie het slechte doet. En als je dan een bodemmonster steekt, dan blijkt dat een van de drie hoofdelementen te veel of te weinig aanwezig is. Met voorkeur ook geen chemische onkruidbestrijding. En wil je de zaak een beetje in de vingers hebben, dan zul je toch op een of andere manier de vegetatieontwikkeling moeten monitoren. Bestaande dijk, daar geldt voor een groot deel geldt natuurlijk hetzelfde voor, dus daar wil ik wel even wat sneller overheen. Ja, als je het over robuuste vegetatie hebt, die kun je dus bereiken door omvormend beheer. Je kan dus het beheer aanpassen gericht op een hogere soortenrijkdom. Maar een andere methode is ook gewoon afwachten totdat er een keer een periode aanbreekt met hele hoge temperaturen. Wat we de laatste 3 jaar hebben gehad. En ik heb ook, aan de rechterkant staat ook 53,4%. En ik heb toen de thermometer in het gras gelegd. Dus op dat moment was gewoon de temperatuur 53,4 graden. En wat bleek dat er heel veel, met name soorten grassen, zijn uitgevallen, waardoor er grote open plekken ontstonden. Dit is nog een keer een plaatje van de droogte die zich heeft voorgedaan in 2018. En dit trof je toen op een aantal plekken best in grote mate aan. Dus hele grote plekken, kale plekken. Dus zelfs op de dijken langs de Waddenzee. En als je daar een zoden gaat steken en je probeert gewoon de sterkte van die zoden uit, dan blijkt hij gewoon uit elkaar te vallen. Dus de zoden is ook echt dood. Het is niet zo dat alleen de bovengrondse delen dood zijn, maar ook het wortelstelsel is afgestorven. En dit vond ik zelf een grappig beeld. Dit is een beeld van het jaar na 2018. Toen bleken er allerlei spontaan gekiemde plantjes te groeien. Dus met name reigersbekken en ooievaarsbekken en madelieven, dus de algemeen pioniersoorten. Maar die waren blijkbaar gewoon aanwezig op die kale plekken. Dus je krijgt toch van nature heel snel dat die kale plekken dichtgroeien. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Laat je de vegetatie en de natuur zijn eigen gang gaan of ga je inzaaien? Ik laat nou een aantal soorten zien die zouden kunnen profiteren, hè, van zo'n droge periode. Dus het knoopkruid, rapunzelklokje, beemdkroon, de oosterse morgenster, beemdkroon met de hommels erop en nog wat vlinders.
Dus ook even aan te geven dat dit zijn allemaal soorten die onder normale omstandigheden prima op een dijk kunnen groeien. En die het ook een heel bont aanblik bieden. Ja, dit plaatje komt uit een andere workshop. Toen ging het specifiek over de ecologie. En dus dit zijn dingen die je kan bereiken op een dijk. Dus de Bielanddijk bij Tolkamer. Met de bewoners van de dijk. En wat ook wel grappig is, als je een bloemrijke dijk hebt, heb je veel insecten, dan heb je allerlei vogelsoorten. En dan komen dan ook weer de roofvogels op af. In 2018 is het boek Planten van Hier uitgekomen. Daar staat ook een uitgebreid verhaal in over dijken. Gaat te snel. En ik hoop dus dat die bloemrijke dijken, waar we met z'n allen toch wel mee bezig zijn, dat die ook zullen bijdragen. En dat grote deltaplan biodiversiteit herstel. En dit is nog even een plaatje van beemdkroon met de zeldzame knautsiabij. De knautsiabij is dus een Europese aandachtsoort. En als je bijvoorbeeld beemdkroon ziet in de vegetatie, dan kun je ervan uitgaan van de omstandigheden zijn goed voor de ontwikkeling van een hele soortrijke vegetatie. Ik heb even gekeken naar de plekken waar beemdkroon voorkomt. En daar is de gemiddelde soortenrijkdom ligt boven de 53 soorten op 25 vierkante meter. Dus ja, wil je dit soort bloemrijke vegetatie krijgen die ook sterk zijn en ook bestand zijn tegen weersomstandigheden en klimaatveranderingen, dan is het motto een stuk volhouden. Want de ontwikkeling kan best een aantal jaren duren, maar als het je lukt, dan heb je ook wat. En dan krijg je bijvoorbeeld zoiets met deze blender. En dit is het laatste plaatje in feite. Dank voor jullie aandacht. En dan heb ik, dit is een plaatje met een verwijzing naar de handreiking grasbekleding. Hè. We zijn volop bezig met die handreiking grasbekleding continu aan te passen. Bijna wekelijks, daar is Peter Boon ook volop mee bezig. Bijna wekelijks komen er nieuwe onderwerpen in. Er worden onderwerpen aangescherpt. Dat is een hele belangrijke. En dit laatste plaatje, dit zijn de locaties waar we eigenlijk nou naartoe zouden willen. Maar waar ik dus vanmorgen met Peter Boon ben geweest. En waar zo meteen een aantal filmpjes van langskomen. Dit is het einde van mijn verhaal. Ja, dank je, Cyriel. Ik zal even kijken of ik erbij kan komen. Er zijn een paar mooie vragen binnengekomen via de chat. En wat vooraf gezegd, vragen waar ik een antwoord op geef, die stel ik niet. Hè, want die gaan net niet over het expertniveau heen, maar die vragen heb ik niet aangetroffen. Er zijn heel veel leuke opmerkingen. Ik maak ook een paar vragen waarvan jouw mening wordt gevraagd. Hè. Dus, je had het over die typologie, dan had je vooral de rivierdijk, hè, de IJssel, ja. De Waal en de Maas. Maar de vraag was ook, is het bestaat zo'n typologie ook voor meren of voor zeedijken? Of is die hetzelfde of afwijkend? Dat is het een en ander over te zeggen. In feite heb je daar een vrij eenvoudige vegetatietype die uit meestal uit heel weinig soorten bestaan. En in die vegetatietype ontbreken de echte indicatorsoorten, waardoor je ze dus niet kan indelen in een echt type, een vast type. En we noemen dat dan rompgemeenschappen. Hè? En rompgemeenschappen is in feite een min of meer beschreven vegetatietype, maar dan zonder de indicatorsoorten, zonder de naamgevende soorten. Dus die dijken zitten wel degelijk ergens in de typologie. Maar ja, even nadenken, die zitten denk ik in de linkerkant van de horizontale balk. Daar zitten denk ik... Ja. De meerdijken en de dijken langs de... Dus het is dus niet bij stagnante waters, grote meren of zoiets als een zeedijkje. Dus nee, dat is een totaal andere typologie. Nee. Ik denk dat dat... In feite is dat een verarmde typologie van de situaties die op rivierdijken kan aantreffen. Oké, ja. De volgende vraag was van, ik denk Gerard Pruns, maar stond alleen Gerard... Ze zeggen, wij hebben een strook en daar stond knikdistel over 100 meter. En die laten we staan. Knikkende distel. Knikkende, ja, stond hier. Ja. Knikkende distel. Jij bent de deskundige. Ik ga dat niet betwijfelen. Maar hij vroeg zich af, is dat verstandig als je kijkt naar de sterkte van een grasmat? Je houdt wel een hele mooie distel over, maar is dat een verstandige strategie? Is dat? Nou, in principe geldt dat eigenlijk voor alle kruidensoorten. Ze moeten niet gaan domineren. Als je een soort krijgt die gaat domineren, hè, dus dat ze mannetje aan mannetje staan, waardoor er dus te weinig ruimte is voor andere soorten en met name te weinig ruimte is voor grassoorten, die in principe de basis vormen, dan wordt het een probleem. Dat kun je bijvoorbeeld ook als je koolzaad op een dijk hebt en je hebt zo'n hele mooie gele dijk en iedereen maakt foto's en dan denkt, dit is ideaal.
Nou, dan pak je een heggenschaar en je knipt die koolzaad, knip je af op maaiveldniveau. Hou je allemaal afgeknipte stengeltjes over met alleen maar kale grond. En je kan je dat dus met die knikkende distel ook voorstellen. Als dat één mat wordt, van aaneengesloten exemplaren, dan is het niet goed. Maar als er af en toe eentje in de vegetatie staat, dan werkt het in mijn ogen juist versterkend. Omdat die akkerdistel heeft ook een eigen type wortelstelsel, wat afwijkt van het wortelstelsel van de planten eromheen. Dus samen maakt dat juist extra sterk. Ja. Dat sluit misschien meteen aan een andere vraag van een andere Gerard Harms in ieder geval. Die zei, kun je ook met een soortenrijk beheer voorkomen dat je dominante soorten krijgt? Is dat ook een garantie tegen dominantie? Ja, je kan natuurlijk met het beheer kan je heel veel sturen. Want wat je op sommige dijken hier ziet, is dat er heel veel ratelaar bijvoorbeeld opkomt. Hè? En ratelaar is een eenjarige soort. En stel je zegt van, ja, hij staat er veel te veel, hij is helemaal dominant en het gaat ten koste van de kwaliteit van mijn grasmat. Dan kun je kijken van wanneer bloeit die. Als ik nou niet, ja, eventueel wel te bloeien, maar niet tot zaadzetting laat komen, dan ben je ook zo'n soort heel snel kwijt. Of in ieder geval, hij zal nooit helemaal weg zijn, maar je houdt een aantal exemplaren over, maar je doorbreekt die dominantie. In feite kun je dat met andere soorten doen. En wat ook blijkt uit heel langdurig graslandonderzoek in Engeland, als je heel goed beheer uitvoert wat past bij de standplaatsomstandigheden, dan heb je op termijn heb je niet één soort meer die domineert. Dan hebben alle soorten hebben een eigen plekje, een eigen, en samen vormen ze een hele stabiele vegetatie die ook allerlei omstandigheden, extreme omstandigheden die kan bestaan. Je bevestigstelling, ja. Hiermee voorkom je dominantie. En nog de laatste vraag, die ik zo snel uit de chat kan halen, weet ik daarna nog iets binnengekomen. Deze komt van Jan-Willem Nieuwenhuis, die zegt, ik mis eigenlijk het effect van beweiding nog op de kwaliteit van die groene dijk. Ja, mijn mening over beweiding van schapen is, als je eenmaal een schadedijk hebt en je doet het beweiden op de goede manier, dan kun je die omstandigheden kun je behouden, die soortrijkdom kun je ook behouden. Maar ik heb eigenlijk nog niet het nauwelijks een voorbeeld gezien dat je met schapenbeweiding iets ontwikkelt. Dus vanuit iets soortenarms naar iets soortenrijks toe gaan. Als het eenmaal soortenrijk is, dan kun je door op de juiste momenten de schapen in te zetten, dus eigenlijk net als een maaimachine, kun je de vegetatie samenstellen die je hebt, kun je behouden. Maar het is heel moeilijk om het te ontwikkelen. Het is geen verbeterinstrument. Ja. Ja. Nou, en wat ik denk dat dit zo'n beetje de vragen waren voor de tijd. Oh, er is nog eentje binnengekomen. Zal ik voorlezen? Ja. Dat is nog één vraag van Mieke Huisman. Dit gaat over primaire keringen waarbij de erosiebestendigheid van de graspot belangrijk is. Bij regionale kering is de erosiebestendigheid in veel gevallen niet belangrijk, maar speelt droogte een belangrijke rol. Zorgt hier een bloemrijke dijk ook voor een sterke dijk? Dus het verschil tussen regionaal en primair, ik weet niet of iedereen de microfoon heeft kunnen pakken, maar primair is vooral het doel erosiebestendigheid. Bij regionaal is vooral bescherming tegen droogte. En de vraag is of bij regionaal dus ook een bloemrijke dijk er beter uitkomt. Ja, van secundaire dijken geldt natuurlijk hetzelfde als van primaire dijken. Hoe soortenrijker een dijk, hoe meer. Al die soorten die grijpen in elkaar in. Hè. Die wortelstelsels grijpen in elkaar in. Samen vormen ze echt sterk. En samen zorgen ze ervoor dat het lied niet te sterk uitdroogt. Dus ze zorgen ervoor ook dat die vegetatie zichzelf kan handhaven. Dus in principe geldt voor een secundaire dijk dus hetzelfde als voor een primaire dijk. Oké. Top. Ik heb ook nog iets geleerd, namelijk floravervalsing. Ik ga hem morgen met Scrabble neerleggen. Ik weet niet of het geaccepteerd wordt, maar ik vond het wel een hele mooie term. Misschien kun je die nog toelichten. Je spreekt in feite over floravervalsing als je met soorten gaat slepen. Als je bijvoorbeeld in het westen van Nederland bepaalde plantsoorten hebt die alleen daar voorkomen. En die zich daar hebben ontwikkeld onder die omstandigheden. En het zijn zeldzame soorten voor je lijstsoorten. Dan is het niet slim om die soorten naar andere delen van Nederland toe te brengen, omdat ook geconstateerd is dat soorten die hebben een bepaald genotype en is aangepast aan de regio. Dus die horen ook in die regio thuis en die hoor je eigenlijk ook niet te verplaatsen naar een andere regio of andere standplaatsomstandigheden. Dus het is dus het risico dat wij bepaalde eisen aan de kleibekleding stellen, dat dan die klei wel uit een ander gebied wordt gehaald en dat je dan dus floravervalsing krijgt. Ja, dat zou kunnen. Dus gebiedseigen grond is toch wel. Ja, dat heeft sowieso de voorkeur, maar die floravervalsing gaat met name over de meest vreemde enzymmengsels die er tegenwoordig zijn. Hè. Er zijn ook allerlei kweekvarianten van, ook dubbele kwakko's en dergelijke. Hè. Ja, op zich, je hebt grotere bloemen, mooiere bloemen, maar als je daar naar de ecologische waarde kijkt, dan is dat nul, want ze hebben geen meeldraden meer. Ze produceren geen nectar meer. Dus ze zijn alleen maar mooi, maar voor de ecologie hebben ze geen nut meer, geen functie meer. Okay.
Er staat hier duidelijk een hele erg expert. Dankjewel, Cyriel. Dan hebben we van mij nu even een korte break. Eventjes thee en dan gaan we zo direct met het buitenprogramma binnen doen. 15 minuten break. Dus ik zie jullie over een kwartiertje, 5:30 zijn we weer live.
Ja, goedemiddag terug allemaal. Ja, we hebben hier niet naar de dijk hoeven rijden. Daar zijn we, Cyril en ik, vanmorgen al geweest. Eigenlijk einde van de morgen. Daar hebben we een paar mooie filmpjes voor jullie van gemaakt. En die gaan we straks bekijken. Maar misschien eerst nog heel even. Jullie hebben de namen gehoord, maar daar horen ook een aantal gezichten bij. Ik ben Peter Bonen. Ik ben dus grasregisseur voor STOA en beleidsmedewerker keringen voor Waterschap Vallei en Veluwe. En naast mij staan Cyril Liebrand, Wilco van Haren. Ik hoop dat jullie met de camera mee kunnen draaien, zodat die ook in beeld komen. Cyril Liebrand, Wilco van Haren en Bart Willers van de Ploegdriever. Wij gaan proberen zoveel mogelijk al jullie vragen ook van een antwoord te voorzien. Dus zoals gezegd, vanwege de hitte zijn we niet nu op de dijk gaan staan op het heetst van de dag. En ook het drukst volgens mij op de dijk, als ik nu eens om me heen kijk naar alle fietsers die, en wandelaars en auto's die eroverheen gaan. Maar dat hebben we iets eerder gedaan. Dus laten we eerst naar het eerste filmpje gaan kijken. En hopelijk levert dat voor jullie een aantal vragen op of reacties op waar wij op kunnen gaan reageren. Zo, Cyril, waar zijn wij hier? Kun jij dat vertellen? Uit het riet van de Waalbaandijk, net ten oosten van Nijmegen. Peter, we filmden net de Oude Waal. Als je goed gekeken hebt, heb je daar de nestjes in liggen van de Zwarte Sterren. Het is een bijzonder gebied. En daarom leidt een soortrijke, bloemrijke dijk met een hele hoge diversiteit op het meerwaarde, zeker ook in dit gebied. Ja, juist. Als je hier nou om je heen kijkt, dan zie je gewoon dat er ontzettend veel soorten staan. En dat zijn niet alleen veel soorten kruiden, maar dat zijn ook veel soorten grassen. En misschien dat het goed is om even uit te leggen hoe dat werkt met het aantal grassen en het aantal kruiden. En hoe sowieso de soortenrijkdom wordt bepaald. Ik loop in het algemeen rond met dit soort formulieren. Hier staan 350 plantennamen op, de Latijnse namen, maar dan de afkortingen. En ik zet vakken uit van 5 bij 5. En binnen die vakken streep ik aan welke soorten ik vind. En vervolgens geef ik in de schaal van 1 tot en met 9 aan hoeveel ze er staan. Om even een beeld te geven van mijn soorten armst. Nou, dat was het eerste filmpje. En met name, ik begreep het geluid is een beetje zacht, dus misschien heel in het kort, Cyril, de basis van dat filmpje was? Dat we op een hele soortrijke dijk stonden met heel veel soorten grassen en kruiden. En ja, wat er ook, het bestaat nog niet zo heel lang, die dijk. Een jaar of 10 geleden was het gewoon een weiland. En, met een ras erboven langs. En op die plas die eraan grenste werd geschaatst. En op een gegeven moment wilden de mensen dat ras er weg hebben. Het werd een maaidijk. En die dijk was toen van Staatsbosbeheer en is consequent gaan maaien op de goede tijdstippen. En toen is dit soortrijke beeld ontstaan. Met, ik denk, per proefvak tussen de 55 en de 60 soorten. Ja, en een hele dichte mat, hè, als we het een zo eens zagen. Mat. Heel veel verschillende soorten, maar ook gewoon heel veel van dezelfde soorten daar. Dus dat leverde wel een hele mooie en jullie zien ook een bloemrijke dijk op. Ik zie nog geen echte vragen in de chat verschijnen volgens mij. Dan misschien gewoon heel simpel daarop voortbordurend. Je zegt dat is ooit door een omvorming, dus de rasters gingen weg en toen is er van bewijding overgestapt op maaien, is dit gerealiseerd. Enig idee hoe lang daarover gedaan is? Ja, wat misschien wel goed is om te zeggen, Staatsbosbeheer heeft de eerste jaren van het maaibeheer, zijn ze bewust, zijn ze begin mei gaan maaien. Hè? Want begin mei heb je de graspiek. In een hele korte periode komen die grassen heel sterk op en die willen ook gaan bloeien. En als je juist in die periode maait, dan pak je dus met name pak je die snel groeiende grassoorten aan. Die ben je dan even kwijt en vervolgens kunnen die kruiden die ertussen staan en die lagere grassoorten, die kunnen opkomen en die kunnen bloeien, zaden maken. En op die manier kun je dus de ontwikkeling versnellen. Door een aantal jaren achter elkaar heel vroeg te maaien in de grassenpiek, grassengroeipiek. En Wilco, is dat een hele bewuste keuze geweest van het waterschap? Weet jij dat nog van toen? Ik zou daar geen antwoord op kunnen geven. Dat was
Ver voor mijn tijd. Ver voor jouw tijd. Ja, dat was een beleid. Dat is ongeveer van vroeger hier in de buurt. Bart misschien? Maar dat is ook voor mijn tijd. Voor jouw tijd, nee, oké. Pas dit jaar hebben wij het in beheer gekregen van het waterschap. Naast alle andere dijken die we al langer beheren. Dus toch nog beheerde Staatsbosbeheer dit op een eigen manier blijkbaar. Heel erg goed heeft uitgepakt voor de Bloemrijk. Maar dit zien jullie waarschijnlijk wel op meer plekken. Ja. Dit is wel een manier inderdaad om snel je grassen opener te maken. Snel te verschalen eigenlijk. En ook je concurrentieverhoudingen dus met die kruiden. Dus heel erg richting die kruiden te brengen. Waarbij dat misschien wat ongunstig is voor sommige fauna. Maar het is met name voor je flora en voor je vegetatieontwikkeling is dit de manier om versneld een bloemrijke vegetatie te krijgen. Ja. Want heel in het kort, heel in brief, wat is de ploegdriever en wat doen jullie op deze dijk hier? De ploegdriever is een natuurvereniging in de Ooypolder in Groesbeek. En wij hebben... We beheren al sinds 20 jaar dijken voor het waterschap Rierland. En we maaien vooral de dijken en steeds meer gefaseerd om een grotere variatie uiteindelijk aan bloemrijkdom te krijgen. En de structuur. Eigenlijk om dit soort bloemrijke dijken ook te maken. En Wilco, dat is ook echt wel beleid van het waterschap. Want ik begrijp dat ze nu... meer dijken ook door de ploegdriever aangenomen zijn inmiddels. Ja, in het verleden voor deze aanbesteding, dat was natuurlijk een heikel punt, omdat wij een soort van integriteit met elkaar, een aanbesteding moesten plaatsvinden. We werkten natuurlijk al vele jaren al samen met de ploegdriever. Maar ja, zo werkt het nu helemaal niet bij de overheid, dus er moest een soort van aanbesteding moesten plaatsvinden. En dat hebben wij met de medewerkers, Jaap Bronsveld misschien wel bekend, ecologen erbij. Besteksvoorbereiders erbij hebben wij een soort afgeleide van een soort van de kleurkeur, zeg maar, wat we voor wegbermen gebruiken. Daar hebben wij een beetje op geborduurd met Cyril en met Bra dingen erbij, Jaap. En hebben we gekeken van hoe kunnen we daar nu tot stand komen dat we samen daar een hele rijke biodiversiteit, bloemrijke dijken daar kunnen ontwikkelen. Niet dat in het verleden niet gebeurt, maar bij de markt laten liggen en aangeven hoe dat ze het gaan doen. Dat was het hoofdzakelijke punt van hoe dat gingen beoordelen. Ja. En hoe bevalt dat hier op deze dijken? Nou, jou? Op dit moment is er nog niet zo heel veel gebeurd door allerlei zaken. Zeg maar. Eerst hebben ze bekend, was het te nat. Nu zitten we even te wachten en er komt weer wat aan. Ik heb net met Bart al eventjes over gehad. We gaan toch wel beginnen. Met gefaseerde stukken en andere gedeeltes. Dus, maar op zich is dat in het verleden is dat altijd goed gebeurd. Ja. Dus we zien ook niet zo heel veel. Maar de combinatie dus van een op het juiste moment maaien met gefaseerd maaien, daar zien jullie het brood in om dit soort bloemrijke dijken en vooral ook soortrijke dijken te creëren. Ja, oké, mooi. Hebben we vragen inmiddels op de chat? Bart heeft meegekeken. Eentje gaat dan over, is het dan goed om vroeger te maaien om beter gras te krijgen? En ik kan het ook net Cyril volgens mij hoorde dat je in een periode niet zou doen. Ja, het hangt een klein beetje van je uitgangssituatie uit. Hè? Als jij een soortenarme vegetatie hebt die veel biomassa heeft aan grassoorten. En je wil naar een soortrijkere situatie toe met meer kruiden. Dan kun je het beste ergens begin mei, eerste helft van mei maaien. Om die grasgroeipiek aan te pakken. Maar je pakt ook meteen heel veel biomassa weg, hè, met dat maaien. En die biomassa, daar zitten natuurlijk heel veel bodemnutriënten in. En met dat maaisel voer je ook die bodemnutriënten af. Waardoor je in principe de toplaag van de bodem enigszins verschraalt. Waardoor de grasgroei het volgend jaar ook lager zal zijn. En minder biomassa. En als je dat een aantal jaren volhoudt, dan zie je ook dat die grasgroei ook een beetje in elkaar zakt. En dan zie je ineens allerlei andere grassen en kruiden verschijnen. En dan ben je goed op weg aan een soortrijk grasland. Dus inderdaad, als ik de vraag ook even doorkijk, dan denk ik, zitten twee ingrediënten in. De ene is, wil je een goed gras hebben? Ja, dan zou je misschien inderdaad anders moeten gaan maaien, vaker moeten gaan maaien of eerder moeten gaan maaien. Maar wil je vooral een kruidenrijke vegetatie hebben, dan moet je heel erg rekening gaan houden met wat is je uitgangssituatie. En om tot kruidenrijkdom te komen, heb je eigenlijk een terugdringen van biomassa nodig. Kijk Bart een beetje aan, onderstreep je dat, Bart? Ja.
En ik lees ook de reacties als, ja, je moet soms ook een beetje geluk mee hebben. Want op de ene plek gaat het wat makkelijker dan op de andere. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie roept meteen het hardst? Bart, die staat te springen. Moet je geluk hebben? Nou, het hangt wel van de grondslag af natuurlijk. Kijk, als je een hele rijke dijkvak hebt op een plek bij een oprit bijvoorbeeld, waar je misschien toch meer een opstapeling ook van organisch materiaal hebt. Dus de uitgangssituatie maakt erg uit. Dan zul je daar langer je best moeten doen. Ook consequent dan heel vroeg moeten maaien om die grasgroei eigenlijk per jaar wat terug te dringen en daarmee kruiden te laten komen. Nou, daarnaast moet je geluk hebben met het weer soms ook wel, vaak wel, om te kunnen maaien en te hooien. Oké. Cyril, een mening daarover? Ik denk het wel, hè? Ja, je zei net, denk ik, bewust kruidenrijkdom. En ik zou eigenlijk liever over soortenrijkdom praten. Ja. Want wat ik straks zei, je begint met een grasvegetatie. En er zijn 6, 7 hoog opkomende grassoorten. Dingen als grote vossenstaart en dergelijke. Maar waar je ook naar streeft, is naar een iets meer open zoden, lagere biomassa. Maar ook dingen als kamgras erin, als goudhavel erin. De lagere soorten die ook minder concurrentiekrachtig zijn en die daardoor ook een hogere soortenrijkdom en een hogere kruidenrijkdom toestaan. En ook meteen minder biomassa produceren. En veel minder biomassa, ja. Helder. Ik zie nog wel een hele leuke ertussen staan waar ik niet naar ben, hoe jullie dat doen, Bart. Als je vroeg gaat maaien, moet je wel een hele goede flora-fauna-check doen. Dat onderstreep jij, neem ik aan. Ja, zeker. Dus hoe doen jullie dat? Nou ja, we lopen letterlijk het dijkvak af om te zien of er geen grondbroeders aan vogels zitten. Qua flora zit je, omdat je zo vroeg maait, gunstig. Omdat de meeste soorten die tot bloei komen, die wat bijzonderder zijn, vaak wat later aan bod komen. Misschien soorten als een gewone vogelmelk uitgezonderd. Maar goed, die staat weer niet op de plekken, die sterk grazige plekken, die we juist eerder willen maaien. Dus juist op plekken die je vroeg maait, is het over het algemeen heb je daar vooral veel gras en weinig soorten. Ja. Ja, dus dat is heel goed zegt. Ik heb er ook kruidrijkdom, bloemrijkdom. Het gaat inderdaad om de soortenrijkdom. Omdat er inderdaad ook heel veel andere leuke grassoorten, oude grassoorten eigenlijk ook voorkomen. Zeker. Wat een indicator is ook voor ons om te kijken, als die soorten erin staan, zijn we dan goed op de goede weg? En kunnen we op een gegeven moment ook misschien juist weer wat later gaan maaien op sommige plekken? Dat je dan op een gegeven moment een beetje klaar bent met verschalen, met concurrentieverhoudingen, verstoren richting grotere soorten rijkdom. Om dan juist weer meer langer tot bloei te kunnen laten komen. En ook voor de structuur, voor de nodige grondbroedervogels, voor de nodige insecten en gebieden, noem maar op. Ja, het gaat er meer dan alleen maar om de planten. Ja, want dat is inderdaad wel een beetje, de wat je nu ook leest wel, is deels gericht op hoe bereik je soortenrijkdom. Maar dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal, want biodiversiteit gaat inderdaad ook over de insecten enzovoorts. En dan is gefaseerd maaien ook wel een beetje een toverwoord. Hè? Dat doen jullie ook hier op de dijken. Wilco ook heel bewust de keuze voor gemaakt om dat steeds meer toe te passen, heb ik begrepen, ook bij Rivierenland. Dat speelt bij ons uiteraard ook. Ik zit nog wel even met de spannende in dat vlak. We hebben het nu over die fauna check. Laten jullie dat helemaal aan de marktpartij of hebben jullie daar zelf ook een rol in als waterschap? Nou, in eerste instantie leggen we het bij de partij neer die de aanbesteding of die dat dijkvak die daarvoor verantwoordelijk is. Wij geven wel de ecologische protocollen en alle voorwaarden die geven we natuurlijk mee in onze UDP, uitgifte dijkpercelen, die bestekken, daar staat precies in omschreven wat ze allemaal moeten doen. We hebben dit jaar weer vanaf een verandering eigenlijk een beetje toegepast dat we eenzijdig binnen of buiten saluut, ook in overleg met de biologen, ecologen en dat soort dingen, om te kijken van wat dat gaat doen. Wat ook weer een heleboel reacties oplevert. Want hoe kan dat nu? Want we hebben één kant gemaaid en we zien helemaal geen machine meer. En wat gebeurt er nu aan mijn kant? Dus dat roept je hebt een stukje meer uit te leggen ook. Uitleggen moeten we toch steeds meer. Ja. En dat vergt ook steeds meer tijd en aandacht. Dat voor biodiversiteit is dat vergt veel meer aandacht van een dijkbeheerder als in het verleden. Ja. De traditionele van A naar B maaien en eraf en wegwezen, dat is er niet meer bij. Nee, dat leeft bij een heleboel mensen leeft dat nog niet echt mee. Nee.
Maar goed, als we de waterschapsverkiezingen in het achterhoofd houden, dan biedt dit volgens mij alleen maar kansen. Je maakt je zichtbaar bij het grote publiek, toch? Ja. Mag ik even iets zeggen over dat gefaseerd maaibeheer wat Rivierenland nou is gaan doen vanaf 1 januari van dit jaar? Er wordt dus één dijk, of één talud van de dijk wordt vroeg gemaaid, hè, in de eerste helft van mei. En dan minimaal 6 tot 8 weken later wordt de andere kant gemaaid. En dat heeft als voordeel, het talud wat je als eerste hebt gemaaid, dat kan zich in de tussentijd herstellen. Je krijgt grasgroei, je krijgt kruidengroei, er gaat bloei optreden. En tegen de tijd dat dat talud zich heeft hersteld, dus dat de insecten daar terecht kunnen, ga je aan de gang op de andere kant. Dus je verlengt in feite de periode dat insecten op een dijk terecht kunnen, de periode waar ze er iets aan hebben, verleng je eigenlijk, verdubbel je eigenlijk. Ja, in feite door het bloeitijdstip uit te stellen van een deel van... Ja. Het talud. Ja, oké, heel helder. Er wordt ook nog een vraag gesteld, en hoe vaak maai je dan nog na die eerste ronde? Die lijkt me ook niet zwart-wit te beantwoorden, maar volgens mij kun je er wel iets over toelichten. Ja, dat hangt ook heel sterk af van de weersomstandigheden in de zomer. Als je een hele droge zomer hebt, we hebben een paar jaar gehad, dan ga je in september ga je kijken wat er staat. En dan is het pak een beet 15, 20 centimeter. En dan kun je gaan overwegen, ga je nog de moeite doen en met grote zware machines ga je nog dat stukje eraf halen of laat je dat staan? Ja. Dus dat is echt heel goed kijken, echt maatwerk leveren. Van, is het nodig, ja of nee? En vaak zul je zien, bepaalde percelen heb je het wel nodig en dan kun je weer eens een keer het perceel overslaan. Ja. Dus het wordt toch steeds meer maatwerk. Ja. Duidelijk. Eens even kijken, wat hebben we nog meer in de chat staan? Hoe bepaal je het aantal soorten in een proefvak? Ik kan me voorstellen dat niet altijd soorten herkenbaar zijn. En is het dan gebruikelijk om meerdere vegetatieopnamen in verschillende perioden uit te voeren? Nou, misschien inderdaad een hele korte toelichting, Sriel. Hoe doe je een vegetatieopname? Eerst maar eens even het moment van de kan dat in het kort of is dat sowieso een heel lang verhaal? Kan in principe. Dus wat ik zelf wel prefereer is een tijdstip dat je zoveel mogelijk plantensoorten herkent. Hè, de grassen en de kruiden, dus wanneer ze bloeien. En in feite is dat de periode tussen 1 mei en 15 juni, omdat je ervan uitgaat dat na 15 juni worden heel veel dijken gemaaid. Dus je hebt eigenlijk 6 weken de tijd voor het vegetatieonderzoek. En de manier waarop je dat doet, je gaat naar een dijk toe, je bekijkt de hele dijk en je zoekt een locatie uit die representatief is voor dat hele dijkvak. En daar zet je een proefvak uit van 5 bij 5, 6 bij 4, ongeveer 25 vierkante meter. Begin je beneden te lopen en je loopt door het proefvak heen. Je neemt alle soorten die je ziet, streep je aan in de lijst. Ik heb altijd een lijst bij me van 350 soorten in één kantje. Die streep je aan, dan loop je naar beneden toe en dan loop je nog een keer en dan kijk je hoeveel ze er staan. In een schaal van 1 tot 9. En dat voer je in bijvoorbeeld een turboveg. En dan kun je 2 jaar later of 3 jaar later ga je exact naar diezelfde locatie toe, want die heb je met GPS ingemeten. En dan maak je die opname weer en dan kun je dus kijken van is er een positieve of een negatieve ontwikkeling. En als er een positieve ontwikkeling is, dan is het beheer prima. En als het negatief is, er is iets met beheer niet goed. We gaan het beheer bijstellen. Dus dat is het mooie van die manier van monitoren. Oké, helder. Volgens mij zijn dat al best een heel aantal vragen. Nog 2 vragen. Eén vraag van Oscar of Engels rijgras, wat je eigenlijk introduceert, het zelf verdwijnt als je naar bloemrijke dijken of soortrijke dijken overgaat. En de andere is... komen de aanbevelingen rondom maaibeheer ook op de website handreiking grasbekleding? Ja. Die laatste is uiteraard, hoor ik hier al. En die van het Engels raai van Oscar is wel, denk ik wel een interessante. Bart of Cyril? Wie wil hem? Bart? Ik kom weinig in Engels raaigas tegen. Engels raaigas is feitelijk een bewijdingsgrassoort. Waar wij die dijken mee te maken hebben, zijn hooilanden. Dus daar tref je vooral hooilandsoorten. Af en toe nog wel een madeliefje en er en der ook nog wel een polletje Engels rijgras. Maar dat is marginaal. Ja. Engels rijgras heeft ook een mate van bemesting nodig. Hè? Ja. Dat zijn vaak weilanden die heel regelmatig worden bewijd. Maar doordat je het gewas eraf haalt, moet je ook regelmatig bemesten. Want dat is een beetje een verwende soort in feite. Maar het is wel het hoofdaandeel van D1 en D2, wat je inzaait meteen naar een dijkverbetering. Maar het is ook een soort die heel snel weggaat. Dus als je alleen die soort zou zaaien, krijg je toch te maken met een probleem. Dus vandaar ook het advies van voeg de soorten die straks de structuur gaan veranderen van de dijkvegetatie, voeg die ook meteen toe.
kunnen die de plek innemen in feite, als het Engels rijden terug. Precies, als de locatie goed is en het beheer is goed, dan kunnen die soorten zich gewoon uitbreiden en die vormen straks de basis van je vegetatie. Helder. Ja. Maar het Engels rijden heeft natuurlijk wel een functie in eerste instantie. Het kiemt snel, het groeit snel, dus dan heb je enige mate van wortels en gewas, dus enige mate van de erosiebestendigheid. Alleen op lange termijn niet bestendig. Er komen nog wel meer vragen binnen, maar ik stel voor dat we eerst nog weer eens even een filmpje gaan laten zien. Want we hebben er nog best een aantal van jullie. En wellicht worden sommige vragen daarin beantwoord. Of kunnen we ze daarna inderdaad nog beantwoorden. Vallen je hier vooral op? Op de eerste plaats natuurlijk die witte bloei, hè? De gewone margriet, onze inlandse margriet. En je kan ook zien, het is een vrij kleine margriet. Tegenwoordig tref je ook heel vaak een grotere soort aan, want er wordt tegenwoordig van alles ingezaaid. Dat is eigenlijk jammer, want het is gewoon een mooie inheemse soort. Een tweede die erg opvalt, dat is deze paarse, hè? Knoopkruid. Een hele belangrijke voor de insectenfauna. En eigenlijk als je die vindt, dan ga je al redelijk de goede kant op richting soortrijke dijkvegetatie. Mm-hmm. Dit uitgebloeide ding, dat is een morgenster. En daar hebben we er hier twee van, de gewone gele morgenster. En een hele mooie grote oosterse morgenster met hele lange lintbloemen. Je hebt tal van vlinderbloemen. Dat is bijvoorbeeld eentje, de gewone veldglatyrus. Maar er staan allerlei klaversoorten staan ertussen. Bijvoorbeeld de gewone rolklaver. En een rode klaver, en een witte klaver, en een kleine klaver, en een liggende klaver. Dus, in feite vormen die een eigen vegetatielaag op een centimeter of 10, 15 boven maaiveld. Hmm. En daarboven krijg je dus de soorten als margriet en knoopkruid en dergelijke. Ja. En daarbovenuit steken dan nog de bloeiwijzers van de grassen. Dus in feite heb je een hele mooie gelaagdheid. En er is natuurlijk ook nog een laagje echt op maaiveld. En dat zijn de planten die rosetten maken. En het belangrijke daarvan, die hier ook staat, moet ik nou even niet zien, maar is de ruige weegbree. Die wordt steeds zeldzamer in Nederland, maar die staat met een redelijk aantal nog op deze dijk. Omdat die en het goede substraat heeft, hè, de goede samenstelling van de toplaag, niet te zwaar, niet bemest, niet voedselrijk. Valt deze wel in de klei-categorie, denk je, of zit je al lichte zavels of zware zavels? Zware zavel, misschien lichte klei, maar in ieder geval geen zware kleisoort. Ja. En dat is ook gewoon een garantie als je een lichtere grondsoort hebt, is die in het algemeen wat minder voedselrijk. Moeten planten hun best doen om aan de voedingsstoffen te komen. Dan laten ze ook ruimte voor andere soorten. Ze gaan niet domineren zodat je met 5-6 soorten klaar bent. Er blijft gewoon steeds ruimte voor andere gras- en kruidensoorten, waardoor je dus op termijn zo'n hele soortrijke begroeiing krijgt. Nou staan we hier op het binnentaluut, bij dezelfde plek als net. Hier voelt het aanmerkelijk warmer. Ja, ik denk dat het 7-8 graden warmer is. En dat ervaar ik sowieso, hè, met dat dijkenonderzoek. Zo ga je van de kruin af naar beneden loopt, je komt in de luwte, dan gaat het echt met volle graden omhoog, de temperatuur. Maar wat we hier in feite willen laten zien, op dit moment wordt er her en der wordt er gemaaid. Hè. En dan stel ik eens de vraag, van, er komt een droge periode aan. Moeten we nou maaien? En zo ja, als we dan maaien, wat is dan de maaihoogte? En ja, ik beveel meestal zelf aan, als er een droge periode aankomt, laat het gewas staan. Laat staan, want het groeit op dat moment toch niks meer. Dus je kan je ook na de droge periode maaien. Maar als je toch wil maaien, maai je dan in godsnaam niet te diep. Als je kan zien op de plekken waar het nou wat hoger is, hè, het gras wat hoger is, daar heb je nog schaduw op de grond. Maar waar het echt gemillimeterd is, daar komt de grond, de oppervlakte ligt meteen in de zon. En dan krijg je natuurlijk hele sterke uitdrogingseffecten. Ja, het ligt hier flink te bakken in de zon, inderdaad. En dan zie je vast snel droogte. Onder zo'n kale plek zit, dat gaat dan ook dood. Terwijl al het spul wat er nog staat, een centimeter of 8 of 10 hoog, dat blijft gewoon netjes in leven. En je kan ook zien, als er een bui overheen gaat, krijg je meteen dat het heel snel groen wordt. Maar met name de plekken die minder diep zijn gemaaid, die herstellen in het algemeen veel sneller. De van die twee... dit waren de twee achter elkaar. De eerste van die twee die gaf met name een relatie tussen de soortenrijkdom en wat voor toplaag ligt daaronder. Het laatste filmpje, dat was meteen de heetste plek van vandaag voor mij. Hier valt het dan nog wel mee binnen.
Maar dat was een binnentalud en uit de wind, in de zon en volgemaaid gras. Daar zie je dus ook echt de kale bodem. Daar merk je meteen dat de verdamping is nog giga. Dat droogt heel erg hard uit door de instraling van de zon. Dus ik denk dat dat het, nou, misschien wel het beste weergave is van een dag als vandaag. Cyril, om even op dat eerste filmpje te komen. Je verschillende soorten, die vind je op verschillende bodemtypen. Nou, in feite kun je ervan uitgaan dat hoe lichter een bodemtype is, dus hoe lager het lithiumgehalte, hoe lager het kleigehalte is, hoe groter de kans voor de ontwikkeling van een soortenrijke dijkvegetatie. Want hoe kleirijker een bodem is, hoe voedselrijker de bodem ook is, daar profiteren met name de snel groeiende, hoog opgaande grassen van. En die hebben in het algemeen heel veel concurrentiekracht en die maken het dus voor andere soorten moeilijk om binnen te komen. Maar als je gewoon de toplaag uit een lagere lutumgehalte laat bestaan, lagere kleigehalte laat bestaan, dan zul je misschien dezelfde grassoort krijgen, maar ze worden minder hoog, minder sterk, waardoor er dus ruimte ontstaat voor andere grassoorten en andere kruidensoorten, dus wederom de soortenrijk en later ook kruidenrijk. Maar zeg je daarmee eigenlijk dat de mensen die nou zitten te kijken van zeekustwaterschappen met pure zeedijken, zware kleigehaltes daarop, dat die eigenlijk een kansloze missie hebben als ze bloemrijke of kruidenrijke dijken willen, soortenrijke dijken willen laten ontstaan? Of zeg je dat ze vooral veel meer inspanning moeten leveren en meer geduld moeten hebben? Ik denk met name het laatste, hè, want je zal natuurlijk op kleirijke dijken zul je nooit situaties krijgen die echt met tientallen soorten grassen en kruiden begroeid zijn. Dat zul je nooit bereiken. Maar als je bijvoorbeeld een tijdje drie keer per jaar maait en het maaisel netjes afvoert, dan zie je toch dat die toplaag, dat die toch wat voedselarmer wordt en dat de vegetatie lager wordt. En dat daardoor ook ruimte ontstaat voor andere grassen en kruiden die erin kruipen. Alleen zullen de echt specifieke zeldzame dingen die echt afhankelijk zijn van schrale plekken, die zul je dus nooit krijgen. Dat moet dan ook je doel niet zijn. Maar wat mij wel opvalt, ik heb ook op de dijken van de Waddenzee gekeken en op principe is dat materiaal niet eens zo zwaar. En het is toch relatief soortenarm en ik denk dat daar veel meer mogelijkheden zijn om daar wat meer soorten te krijgen. Waardoor ze dus ook, ik liet net ook een plaatje zien van 2018 van zo'n Waddenzeedijk. En in een warme periode had je daar ook grote open plekken. En dat komt ook omdat de samenstelling van die grasmat relatief monotoon is. Als daar een soort staat die gevoelig is voor die droogte, dan heb je ook meteen een groot probleem. Ja. Terwijl als je 20 soorten gras hebt en er staan er 2 bij die uitvallen, is dat geen enkel probleem, want je hebt er voldoende over. Ja, helder. Er ging net ook een vraag over en die wil ik eigenlijk deels ook even bij Bart voorleggen. Een van de vragen was, moet je iets met bodemonderzoek doen om te bepalen hoeveel voeding zit er in de bodem, dat je daarop kunt sturen? Jullie sturen op vegetatie. Doen jullie ook bodemonderzoek daarbij of doe je dat anders? Nee, we doen geen bodemonderzoek. We kijken vooral naar de vegetatie. Hoe grazig is die? Hoe soortrijk is die? En gewoon door er daarheen te lopen, merk je wel zeg maar, hoe zwaar het gewas is, hoeveel biomassa erop staat. Bij de schijnbedriegt als je alleen maar vanaf de weg zou kijken. Dan kijk je vaak tegen de muur aan als je er doorheen loopt. Dan merk je pas van, ja, is een vegetatie opener, staan er misschien wel meer en leukere bloemkruiden in. Of is het inderdaad armoedroef en alleen maar een paar soorten gras en moet je er echt doorheen worstelen. Nou, dan is het wel zaak om daar misschien wat eerder te gaan maaien. Ja. En besef jij wel dat je hier bij het waterschap eigenlijk tot een van de gelukkigen behoort, omdat je hier relatief lichte kleien aantreft in de toplagen? Nou, ik weet niet of dat je tot een gelukkige mag lijken. Dat wil ik zo niet zeggen, maar ja, ik heb toch te maken met veel verschillende soorten gronden. Dus ik heb alles van alles wat. Dus, ja, wat kom je hier tegen aan stoplaag? Veel klei, een beetje lutum aan de Maaskant. Het is veel meer zand, zandgrond, Waaldijk. Helemaal is over het algemeen veel klei. Er is eigenlijk wel een groot verschil tussen de Maasdijk en dan vooral vanaf Heumen terug richting Graven naar Wiegen. Veel zand, zanderiger. Dit is al meer Waaldijken hier. Heel kleine dijken. Ja. Het enige wat je hier mist zijn de echte zware zeeklei, waarschijnlijk. Nou, die zit hier niet. Nee, helder. Misschien even aanvullen op dat bodemonderzoek. Hè? Want er gaan nou hele grote dijkverbeteringen plaatsvinden. En er is nou ook sprake van welke toplaag moeten we nou gebruiken. Hè? En men zegt ook van ja, we moeten zoveel mogelijk het materiaal gebruiken wat er nou ligt.
Dus als de toplaag geschikt is, eraf halen, in depot zetten en weer als nieuwe toplaag terugleggen. Maar op dat moment is denk ik wel zinvol om een bodemmonster te nemen. Eerst in de bestaande situatie van, is die bodem geschikt? Hoe zit die bodem in elkaar? Wat is de granulaire samenstelling? Wat is de chemische samenstelling? En als je dat weet, kun je dus bepalen van, ja, het is geschikt als nieuwe toplaag aan de binnenkant of aan de buitenkant van een dijk. En soms moet je zeggen, ja, het is hele zware klei of het is verontreinigd of weet ik van wat, die kun je niet gebruiken als nieuwe toplaag. En dan moet daar een nieuwe aangevoerd worden. Ja. Dus dan ga je met dijkverbetering aan de gang gaat en dan kijken naar de geschiktheid, dan is bodemanalyse op zijn plaats. Ja. Ja. Nou, dat past natuurlijk heel mooi in het verhaal van toepassen van grond uit het gebied. Dat je gaat ontwerpen met lokaal beschikbaar materiaal, ja, dan moet je wel je ontwerp aan gaan passen op welke materiaal en wat voor materiaal eigenschappen heb ik. Dus op zich zou die heel goed samen kunnen gaan. Dat andere filmpje wat we lieten zien, dat was echt een verhaal van er is gemaaid en het is heel erg droog, kunnen wij zeggen. Nu, op zich, hè, als je naar de neerslagtekorten kijkt, dan zijn die niet hoog, gelukkig. Dus we hebben een heel ander voorjaar gehad als vorig jaar of het jaar daarvoor. Dat zag je ook terug in de vegetatie. Er stond nogal een pak gras hier en daar, dus er zijn gewoon hele stukken die zijn nu gemaaid. Maar de vraag is misschien wel, is dat slim om nu te maaien? Of is het juist goed om nu te maaien? Wat zijn de, misschien naar Bart kijkend, wat zijn de omstandigheden waarop je besluit, nu is een bepaald stuk dijk is toe aan een maaibeurt? En wat maai je dan? Ja, dit was overigens een dijk die niet door ons wordt gemaaid, maar door een boer die dat dijk voor nog in beheer heeft. Ja, ik baal ervan dat wij zelf nog niet eerder gemaaid hebben. Dat heeft deels om organisatorische redenen te maken. In ieder geval moet je de maaimomenten pakken wanneer ze daar zijn. En omdat je afhankelijk bent van een lang genoeg gedrogende periode, om het ook als hooi uiteindelijk af te kunnen voeren. En je wil niet op een vochtige bodem hoeven rijden. Dat allereerst. En daarnaast, ja, moet het ook droog genoeg van de dijk af kunnen komen. En dat is voor ons extra belangrijk, omdat we daarmee ook de afzet van het hooi gegarandeerd hebben naar een x-aantal boeren die het jaarlijks afnemen, om ook de boel betaalbaar te houden. En was nog een vraag, als je... Ja, wanneer bepaal je wanneer je gaat maaien? Hoe zie je dat? Nou, we bepalen sowieso van tevoren welke dijk pakken we, waar we mee starten. Nou, dat zijn dus die sterk grazige delen waar er een hoop biomassaproductie is. En, dus dat bekijken we eigenlijk vanaf dat er van alles gaat groeien op de dijken. Welke delen als eerste aan de beurt komen, welke delen later. En die dus ook 6 tot 8 weken later pas aan de beurt zijn om dus die fasering ook in bloeitijden te krijgen. Verder hangt het dus veel van de bodemomstandigheden af, of die voldoende opgedroogd is. En van het weer. Maar let je bijvoorbeeld ook op bepaalde soorten die je wil laten zaaien en andere die je misschien niet wil laten zaaien? Ja. Die laatste hebben jullie geloof ik niet zo heel veel hier, maar... Nee, nou, op sommige plekken misschien wat zwarte mosterd die ik wel liever eerder zou willen laten maaien. Dat laten we ook doen voordat dat zaden worden gezet. Zodat die zich niet bestendig in de bodem en je dan nog 100 jaar lang met die oliehoudende zaden te maken hebt. En zeker zeldzamere soorten als een graslatirus, die ik onlangs tegenkwam, eigenlijk bovenin het teluut. Nou, dat was al een plek die we standaard laten maaien, omdat er ook wilde marjolein voorkomt. Maar nu helemaal. Laten we een hele brede rand laten we openstaan. Terwijl we daar hetzelfde dijkvak wel de dijkvoet maaien, omdat daar een dik pak gras op staat. En grotendeels ook ondertussen uitgebloeid zal zijn. Dus zo faseren we ook per dijkvak bovenin en onderin, als dat nodig is of als dat kan. Als dat kan, dan doen we dat. Ja. Ja. Oké, duidelijk. Eens kijken of er nog andere vragen zijn. Want één ding triggert mij trouwens nog wel in jouw verhaal. Het stukje afzet van maaisel, dat is voor jullie een kostenafweging. Het maakt het rendabel of niet rendabel. Als het afval wordt, is het heel duur waarschijnlijk. Het is ook voor heel veel beheerders in ieder geval een duurzaamheidsaspect. Als je maaisel moet afvoeren als afval, dan zit je onderaan de ladder van Lansing, zoals ze die noemen. En kun je het inzetten inderdaad als een product, dan zit je daar heel hoog op. Dus ik denk dat zeker in contractvormen enzovoort wel een rol kan spelen. En dan moet je dus inderdaad het weer benutten als dat kan.
Wat zouden we nog aan vragen binnengekregen hebben? Kun jij mij helpen, Bart? Er is een hele poëtische vraag tussen van Jeroen Overman. Die zegt, als we nou minder... Ja, de poëtische vraag is, zijn onze zanddijk een leeg canvas voor een meesterwerk? Dat is eigenlijk de vraag. Omdat daar minder voeding in de bodem zit en dus een soortrijke bekleding daar misschien meer kans krijgt. Ik vind het wel heel mooi. Een canvas voor een meesterwerk. De zandige dijken... Nou ja, eigenlijk jouw pleidooi, Cyril, is je hebt een laag lutumgehalte nodig om een heel soortrijke dijk te kunnen krijgen. Ja. Dan is het ergo, als je geen lutum in je toplaag hebt zitten, zou inderdaad afgeleid kunnen worden door Jeroen. Hey, dan hebben wij dus een ideale situatie. Nee. Helaas. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Je hebt altijd ook een bepaalde fractie aan lutumdeeltjes en nodig en ook organische stof nodig. Want dat levert ook de voedingsstoffen voor je grassen en voor je kruiden. Als jij puur zand hebt, dan hou je misschien nog wat vetkruid en dergelijke over. Een paar hele specifieke soorten die in ieder geval geen goede diepgewortelde grasmat leveren. Dus je hebt, nou, ik denk dat het minimum percentage lutum wat je nodig hebt, dat 8% zal zijn, of 8 of 10%. En als je lager gaat zitten, dan kom je echt, ben je te schraal bezig om er echt... Een soortrijk geheel te krijgen. Ga je te ver daarmee? Ja. Oké, helder. Nou ja, ik denk zeker wel, hè, zanddijken die kunnen ook enige sterkte hebben, weten we sinds de proeven die daar gedaan worden. Maar over het algemeen zit er dan wel op zijn minst wat lutum in. Organisch stof met name in. En dan krijg je dus inderdaad wel plantengroei en dus een hele dichte wortelmat die je daar ook keihard nodig blijkt te hebben. Nou, goed. Kort inderdaad iets over zanddijken. Hebben we nog andere interessante, Bart, wat jou betreft? Technische vragen, even drie achter elkaar. Wat is de maaihoogte? De tweede is, hoeveel extra inspanning kost de manier van ploegdriever ten opzichte van regulier twee keer maaien afvoeren? En de derde, heeft het nut om de toplaag zo nu dan open te scheuren als maatregel tegen het dichtrijden en dichtslaan van je bodem? Praktische vragen. Ja, hele praktische. We beginnen denk ik even met het, wat doen jullie ten opzichte van twee keer per jaar maaien en afvoeren? En denk je dat heel veel kostbaarder is? Ja, je maaien en afvoeren als wat dan? Normaal gesproken wat de standaard is twee keer per jaar maaien en je maaisel afvoeren in één keer kaal. En je maaisel afvoeren inderdaad als veevoer, zeg maar. Ja. Dat doen jullie nadrukkelijk niet. Nou, we voeren het af als veevoer. Ja. Door het eerst tot hooi te verwerken. Uiteraard. Dus dat, het wordt uiteindelijk veevoer. Ja, ja. Zoveel mogelijk. Tenzij er een heel hoog aandeel Jacobs kruiskruid in zit. Wat het hooi onverkoopbaar maakt. Onbruikbaar. Maar Bart, hoeveel maaimomenten kennen jullie in een heel jaar? Als je dat even plat slaat tot een gemiddelde, dan heb je het niet over twee, want je maait veel meer verschillende stroken naast elkaar. Heb je het dan over het dubbele of over het... Nou, in principe hebben we een maaierronde al in mei. Alhoewel, ja, dat we daar nu niet in toegekomen zijn. We hebben nu ook, zijn nu in het eerste jaar van een nieuw contract. En dat kwam wat laat, dankzij het waterschap. Niet, En het daar wil ik? Nee, met meer vrede. Dus in mei, in principe delen in zeg maar half juni. Dan hebben we nog een maaieronde in juli voor de delen die zeg maar tegenover de maaieronde liggen, als het ware. En... Misschien delen die dusdanig soortenrijk zijn, dat we denken, ja, die nog lang bloeien, nou, die kunnen we toch wat augustus laten liggen. Nou, die maaien we dan augustus af. En dan in september volgt nog eigenlijk de najaarsronde, nazomerronde, voor alle delen in principe nog een keer. Tenzij er op sommige delen zo weinig nagroeit dat meer schade berokkent dan dat het wat oplevert. Maar dan helemaal platgeslagen heb je eigenlijk twee maairondes, waarbij met name de eerste ronde helemaal verspreid is over veel verschillende momenten. Afhankelijk van wat staat er, wanneer is het rijp, wanneer kun je het maaien en wil je het maaien. Ja, ja, precies. Of weg in twee maaienrondes, maar dan in vier periodes. In vier periodes. Ja. En zijn dan voor jou de kosten daarvan veel hoger als dat je het als je die voorjaarsronde, als je die in één keer alles kaal mag maaien? Dat zal zeker wat. Dat zou rendabeler kunnen zijn, waarbij ook het risico groter wordt. Want we hebben. Tussen 50 en 60 hectare momenteel in beheer voor het waterschap. En zouden we hier alles in één keer eraf maaien. Ja, goed, het moet allemaal nog wel eventjes
in het zeker geschud worden, gehard worden, moet geperst worden, afgevoerd. We hebben wel meerdere maaiers die daarmee aan de gang kunnen gaan. Maar stel het weer zou omslaan en je hebt, je hebt dus de pech dat het in het water valt. Dan heb je serieuze kosten te maken. En dat risico spreiden we dus ook door op meerdere momenten te maaien. Wat niet de belangrijkste reden is, want we willen een zo lang mogelijk groeiboog en voor de structuur ook werken, voor de ecologie uiteindelijk. Daar doen we het voor. Ja. Nou, deze hoor ik ook vaker hoor. Dat inderdaad, soms past het heel goed binnen bedrijfsvoering om niet alles in één keer kaal te maaien. Ik kan het voorbeeld geven van de IJsseldijk, die vroeger werd 80 kilometer bijna, werd in 2 weken kaal gemaaid. Ja, dat vergt een enorme inspanning van aannemen. Dat kan heel efficiënt zijn, maar dan moet het ook gebeuren. En weer of geen weer. Nou, dat past dus heel lang niet altijd. En nu heb je veel meer de mogelijkheid om te spreiden en om daardoor ook de risico's inderdaad te vermijden. Ja, oké, top. Ja, wat daar misschien nog over te zeggen valt, hè. Een rivierland zet nou in op gefaseerd maaibeheer. Hè. Dus in de eerste maaieronde, het begin mei, of de eerste helft van mei. Wat ze daar gemerkt hebben, is dat daar best veel partijen zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Hè. Want met name dat in mei dat nog mooi groene gras bevat natuurlijk veel meer eiwit dan als het is uitgebloeid later in het jaar. En het blijkt gewoon dat er toch veel partijen zijn die het daarom ook willen hebben. Ja. En die bijvoorbeeld dat hooi van een latere periode op de koop toenemen. Maar met name dus belang hechten aan die maaibuurt in mei. Ja, mooi. Ik zag een inhoudelijke vraag langskomen. Heeft het nut om de toplaag af en toe open te scheuren als maatregel tegen dichtrijden of dichtslaan? Hoe kijken jullie daarnaar? Ik begin even bij Wilco als waterschapper. Hoe kijk jij tegen het scheuren van een toplaag aan? Dat gebeurt bij ons niet. Nauwelijks. Het is als je wil praten over beluchting, of dat wil je ermee bereiken. En dat komt bij ons niet voor. We hebben er ook wel eens wat geprobeerd, maar dan ging het meer over een stukje doorzaaien. Maar dan praat je over een ander verhaal. Maar echt puur voor de beluchting, zeg maar, om een soort van vette criteria of dat soort dingen. Dat hebben we eigenlijk niet, doen we niet. Maar of dat de voordelen daar, die zin is volgens mij niet. Maar we kunnen dus... Natiebak schudden? Ja, nee, je moet voorkomen dat een grond te vast wordt. Dus je rijdt niet onder vochtige omstandigheden. Je rijdt met een lage wieldruk, bandenspanning, maximaal 1 bar. En je rijdt niet met te zwaar materieel eroverheen. En je moet gewoon heel erg zuinig zijn op je bodemleven. Die zorgt voor een juiste beluchting van je grasmat, van je zoden, van je bodem. Dus daar moet je meer, je moet meer van het levende deel, zeg maar, van je bodem uitgaan. De afgelopen jaren hebben we al mooie levende beluchters aangetroffen. Dat muizen die door de droogte... Die doen hun werk ook prima. Dat is niet altijd gewenst natuurlijk, maar hij praat van beluchten. En vooral op de zandelijke dijk aan de Maaskant. Dat is echt een muisplaag. Oh, okay. Echt een gigantische. Ja. Hier ook. Ja, maar je moet ook met het schuren van de vegetatie moet je ook een beetje oppassen. Hè? Want er liggen natuurlijk zaden ook van soorten die je niet wil. En door dat schuren van zo'n zoden creëer je pioniersituaties. Waardoor dus bijvoorbeeld dingen als koolzaad en raapzaad en zwarte mosterd. En ook Jacobs kruiskruid heel snel kunnen reageren. En zich heel snel kunnen uitbreiden. Dus daar zit ook een gevaar in. Ja, ik denk ook dat de risico's groter zijn. Ja. En het kan me voorstellen als je met echt een probleem worstelt van een dichtgeslagen toplaag. Misschien tijdens aanleg verkeerd aangelegd. Dat je dan inderdaad allerlei noodgrepen gaat doen. Maar goed, dan zul je waarschijnlijk ook eerst je onderzoek daarop gericht hebben. Dat is niet iets voor de reguliere beheerfase, denk ik. Nee, oké, mee eens. Ik spiek naar Bart. Nog een vraag of zullen we een volgend filmpje instarten? Ik heb nog wel wat, want net was er een plaatje te zien, hè, van een gemaaide dijkvegetatie, een gemaaid binnentaluut. Mm-hmm. En je kan je natuurlijk afvragen, moet je op dit moment maaien? Er komt een droge periode aan, je maakt die bodem bijna kaal. Maar je kan je ook afvragen, hoe hoog moet je maaien? Dat was ook een van de vragen die net voorbij kwam, hè? En wat je ook veel ziet, en dat zie ik ook nog steeds in stedelijk gebied, er komt een kooimaaier overheen en het wordt 1,5 centimeter hoog wordt het gemaaid, of 2 centimeter hoog. Er blijft niks over, er blijft ook geen niks over van die grassen die er staan. En de zon komt ook veel meer op het oppervlak, waardoor het veel sterker kan uitdrogen. Dus onder dit soort omstandigheden, als je al wil maaien, denk ik dat je zo hoog mogelijk moet maaien, dat je altijd iets van een matje moet laten staan. En dan hou je ook een groen deel van die gras hou je over. Die kunnen weer via fotosynthese kunnen ze weer energie opslaan.
En op die manier het wortelstelsel in de gang houden. Want als je tekort maait, met dit soort omstandigheden heb je kans dat hele gezond doodgaan. Ja. Met de huidige explosieve groei die we gehad hebben in de laatste week van mei tot juni, zie je ook bepaalde stukken zie je dat het enkel kort maaien eigenlijk niet voorkomt. Je ziet dat het gras door het gewicht al plat slaat. Ja. En je ziet het nu wel weer een beetje terugveren wat gemaaid is. Maar je ziet dat het toch lastig maaien is ook voor met de massa wat er staat, maar ook met de hoeveelheid platgeslagen, dan zie je toch dat het lastig is hoor. Een enorme pak wat erop staat. De weersverwachtingen zijn natuurlijk nu ook dat er gewoon weer regen komt. Dus dat die dijken worden heel snel groen die nu gemaaid zijn. Tegenstelling tot vorig jaar in juli met name. Toen hebben we er ook voor gekozen om begin juli niet te maaien. Gewoon echt die hitteperiode af te wachten. Nou, het gras verpieterde en verdroogde helemaal. Maar het beschermt daarmee wel de zoden. En wel het bodemleven die zo belangrijk is om ook snel weer een regeneratie van je gras en je kruiden te geven. Ja. Dus toen hebben we heel lang gewacht. En toen hebben we ook een grote massa wel als, nou ja, niet als veevoer, maar dan als strooisel moeten afvoeren. Een minderwaardig product zou je kunnen zeggen, maar ter bescherming van de zoden en het bodemleven. Ja. Goede keuze geweest waarschijnlijk. Zullen wij naar een volgend filmpje gaan kijken? Benieuwd wat dat nog aan vragen oplevert. Ja? Oké, nou dan doen we nog één filmpje. Doe maar van de volgende locatie inderdaad. Daarom, kijk. Even goed drinken allemaal, hè. Cyril, op welke plek zijn we nu? We zijn nu een aantal honderden meters verderop. We staan nu bij dijkpaal 77 en in dit geval een binnentaluut. En ik wilde deze plek laten zien. Uiteraard is het op zich een hele mooie plek, maar wat hier ook gebeurt, en dat is pas sinds kort in feite, heb ik ook eigenlijk altijd aangedrongen. Je hebt natuurlijk bermen op dijken. Hè? En die bermen die worden heel vaak door beheerder bij de gemeente. Hmm. En de gemeente die stuurt een aannemer van loonwerker naartoe en die klepelt het en die laat het liggen. Ja. Maar de gemeente Bergendal heeft een paar jaar geleden besloten, we gaan ecologisch bermbeheer doen. Dat wil dus zeggen, het maaisel afhalen en dan krijg je dit soort resultaten. Dus dat de vegetatie vanaf het teluut gewoon de berm intrekt. En wat ook op verband is, de berm is vaak wat schraler. Hè? Dus, vaak is er wat zand gemorst bij het aanleggen van het asfalt. Het is wat schraler, je krijgt ook extra soorten, waardoor je dus nog een grotere soortenrijkdom krijgt. Bij de combinatie van en de berm en het taluut. Ja, juist. Want wat mij wel opvalt, is je ziet langs de kant van de weg, zie je echt, nou ik zeg vooral grassen. En ga je inderdaad 30, 40 centimeter van die kant af, dan staat het al vol met kruiden. Ja, ja. En dat gaat inderdaad door over het taluut. Ja, en dat mooi. Aan de rand wat meer grassen staan, kan het effect zijn van het strooien van zon. Ja, natuurlijk. Ja. Dus het is ook gestrooid op zo'n dijk. En misschien is het wel leuk om even met... Kun je hem nog samenvatten, Cyril? Nou, hebben we denk ik een van de laatste filmpjes gezien? Heel korte samenvatting daarvan? Ik heb even snel meegekeken en volgens mij ging het ook over een dijk met een hele soortrijke berm. En daar heb ik een verhaal over verteld, hè? Want we zitten hier in de gemeente Bergendal. En de gemeente Bergendal heeft een jaar of 2, 3 besloten om over te gaan op ecologisch bermbeheer. En dat wil dus zeggen maaien en maaisel afvoeren. Voor die tijd werd gewoon de opdracht uitbesteed aan een aannemer of een loonwerker. En die kwam er met een zware klepelbak overheen. Een keer of 4, 5 denk ik per jaar kwam die langs. En dan bleef het maaisel liggen. En je krijgt een hele ruige vegetatie. Want in feite krijg je verrijking, hè? Omdat je niks afvoert. Maar sinds dat er 2 keer per jaar wordt gemaaid en maaisel wordt afgevoerd, zie je dat die vegetatie op die dijk, die trekt zich echt helemaal door tot aan het asfalt. En in het algemeen zijn die bermen iets zandiger dan het teluut, omdat er wat zand gemorst is bij het aanleggen van het asfalt. Krijg je ook extra soorten, dus in het algemeen krijg je een nog hogere soortenrijkdom als je je bermen ecologisch beheert. Ja, kan betrekken. Ja.
dat brengt mij wel op een van de vragen die ik langs zag schieten en die ik voor Bart wel wil vragen. We kennen iets als kleurkeur, wat vooral voor de bermen ingericht is. Jullie doen denk ik iets vergelijkbaars, hè, met plannen en een beheerplan maken over hoe ga je het onderhoud aanpakken op de stukken die jullie in onderhoud hebben of in beheer hebben, moet ik misschien wel zeggen. Ja. Wat zou jouw woord zijn? Beheren of onderhouden? Ik zie het wel als beheren voor het waterschap. Ja. Nee, absoluut. Ik zou onszelf niet als aannemer willen beschouwen. Beheren als vereniging de dijken namens het waterschap. En dat proberen we zoveel mogelijk, zo goed mogelijk te doen voor een hele brede biodiversiteit. En hebben jullie een planmatige aanpak in de zin die kleurkeur ook voorschrijft? Een beheerplan waarin je vertaalt wat gaan we doen, wat willen we bereiken? We hebben op basis van de kaarten van alle dijken plannen we vooraf aan het begin van het jaar waar we wat maaien om op die manier dus heel gefaseerd te werk te gaan. Nou, dat wordt dus al een aantal keer gevallen. Waarbij dat het zomaar kan dat we ergens midden op een talud maaien en boven en onderin juist vegetatie laten staan. Juist op basis dus van wat waar groeit, welke soorten, welke zeldzame soorten ook waar voorkomen, om die ook weer te bevorderen, om misschien over een heel dijk talud te kunnen verspreiden. En dus heel erg afhankelijk, misschien zoals kleurkeur, op basis van de soorten rijkdom. Altijd gekeken ook wel naar zeldzamere soorten. Want een fluitenkruid is niet een hele goede indicatorsoort. Maar als je heel veel beenkonen hebt, om wat te noemen, daar maaien we graag eventjes omheen. En later als het evenplan nieuw te doen. Is flexibiliteit het toverwoord bij jullie? Heb ik dat goed? Dat denk ik wel, ja. En hoe past dat binnen de contractvorm? Kijk Wilco even aan. Hoe zijn jullie met ploegdriever in zee gegaan? Is daar wat voor contract ligt eraan ter grondslag? En biedt dat voldoende die flexibiliteit? Ja, we laten de zoals ik al eerder aangegeven heb, laten we de ruimte ook zeg maar bij de aannemer, of in dit geval de ploegdriever, laten we daar ook liggen binnen de mogelijkheden die er zijn. We hebben natuurlijk altijd een doelstelling om een erosiebestendige grasmat te houden. En waar het kan, zie je dat er heel veel mogelijkheden zijn om met flexibele werkzaamheden daar en daar wat te doen. Dan zie je toch dat je hele goede resultaten kunt halen op deze manier. Dat we, denk ik, in de toekomst, denk ik, dat we steeds meer van de traditionele, oude dingen afgaan. Waarvan we ook verwachten dat we ook, we hebben ook aangegeven met de ploegdriver, dat ze ook wat bredere activiteiten kunnen ontplooien. Ze doen ook bijvoorbeeld voor mij, doen ze ook plaagsoorten verwijderen. Waar ze kunnen en dat soort dingen. Ook zwerfvuil wat meegenomen wordt. Ja, dat is bij een aannemer, dan kunnen we een andere aannemer, maar in de maai aannemer, die zitten daar niet op te wachten. En dan krijg je ook een bredere samenwerking en dat gaat op een gegeven moment goed verloopt. Dat is alleen maar positief, denk ik. Ja, want jullie hebben ook nog contracten met aannemers die heel veel kilometers tegelijk moeten maaien en voor een bepaalde datum klaar moeten zijn. Ja. Hoe bevallen die? Ja, op zich gaat het ook prima, maar als je gaat vragen om bepaalde maaienschema's te gaan houden, van de boel aannemers die vinden dat natuurlijk ook een beetje vreemd. Of die hebben dat eigenlijk liever niet, want van links, rechts, gefaseerd, we vragen nog wel wat. Ze moeten meerdere keren terugkomen. En dat zijn we bereid om dat allemaal te doen. En daar ligt natuurlijk ook in de toekomst ligt daar natuurlijk ook een verwachtingspatroon van wat doet het met de hectareprijs? Als ze. We willen allemaal biodiversiteit, bloemrijke dijken. En dan komt er toch een keer een periode van wat mag het kosten? Als we nu een gemiddelde prijs tellen wat wij als waterschap nu zeg maar, betalen aan een aannemer of andere dingen. En je vergelijkt dat met aannemers die zeg maar, meer daarop gericht moeten zijn, dan wordt de prijs die gaat stijgen. Ja. Maar daar bereik je dus ook wat mee. En met name die flexibiliteit en de... Nou, niet rücksichtloos voor een bepaalde datum klaar zijn. Dat levert je ook minder risico op in droge periodes. In hoe robuust is je grasmat en hoeveel kan die dus hebben? Ja, moet je de aannemer ook de flexibiliteit geven om te doen. We hebben nu ook best wel harde datums ergens in staan. Dan zeg je van je moet die eerste ronde, die moet voor half mei moet die eerste ronde eraf zijn. Ja. Ik heb aannemers gehad waarvan ik zei blijf maar weg, want ik wil ze er niet op hebben. En dan schuif je op. Het belangrijkste is toch wat er buiten gebeurt. Neerslag hoeveelheden,
je kon gewoon op zo'n dijk kon je niet rijden. Dus je, het wordt één grote puinhoop. Dus daar kun je ook niet verplichting aan insporing, aan dat soort dingen. Nou, dan schuift het op. En nu, deze periode, komt er nu gelijk achteraan. Eerst een massa waar je weg moet halen. Nu is het, zeg maar even, behoorlijk heet. En hier wordt het ook steeds heter. Maar hoe langer die periode van droogte is, is ook weer bepalend of je binnen die 6 weken die andere kant kunt halen. Want we roepen dat wel, ja, nu is die kant die nu gemaaid is, die gaat zich nu herstellen dat alles naar die kant toe moet gaan, maar dan moet het wel groeien. Ja. En dat bepalen wij niet, hè, met z'n allen. Nee, dit vind ik eigenlijk wel een heel mooi einde voor dit inhoudelijke deel. Nou, als ik hem inderdaad terugpak, die flexibiliteit hebben we nodig. Deels ben je afhankelijk van de omstandigheden. En je wil eigenlijk proberen de risico's zoveel mogelijk te spreiden dan wel om ze voor te zijn, om ze te kunnen voorkomen. Ik denk ook bereid zijn het waterschap om die risico's ook samen te delen. Je wilt samen met de aannemer, ja. Niet alles ook bij de aannemer neerleggen. Oké. Ja, nou, die houden we even vast. Dank voor jullie aandacht. Dan gaan wij nu even kijken of Bart mee heeft geluisterd en wat Bart heeft gehoord, wat er allemaal langsgekomen is in deze workshop. Ik wees dat een bijna onmogelijke opgave is, want ik ben geen expert op dit gebied en er is echt zoveel voorbij gekomen. En het is hier echt warm. Hè? Het is hier buiten 33, 34 graden. Ik denk hier binnen wel tegen de 40. Ik zie Peter ook steeds een nattere rug krijgen. Dus dat, ik moet eerlijk zijn, ik ga dat niet samenvatten. Dat ga ik jullie allemaal niet aandoen. Wat wel belangrijk is, het is een serie van grasdagen. De volgende en de laatste, die zal 2 september zijn. En dan gaan we het hebben over, ja, wat vandaag natuurlijk ook speelt, is droogte. Eigenlijk een faalmechanisme voor dijken, wat nu nog niet in het beoordeling- en ontwerpinstrumentarium zit, het BOI. Dan gaan we kijken naar de grasdek zelf, maar we gaan ook heel nadrukkelijk kijken dieper in de dijk. Wat kan er in de dijk op diepere lagen gebeuren? Ja, is wildnis nou gewoon een opgedreven dijk of was wildnis een kortsluiting waardoor piping ontstond en het onderlangs ging? Hè? Dat zijn wel hele wezenlijke vragen waar we nog niet zoveel verstand van hebben. Daar gaan we echt een aantal hele goede experts op uitnodigen. Die hebben allemaal ja gezegd. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus zet hem in je agenda. En wat ik ook heel graag wil doen is, jullie hebben nu kennis gemaakt met 5 van ons. Maar er staan dan 3 mensen achter het scherm. En die hebben ook heel hard gewerkt. Sander Steenblik van eigenlijk bureau BZ. Hè, maar eigenlijk namens STOA. Dan hebben we Jeroen de Bruin en Edwin Geurts van Waterprof. En met hun drieën denk ik dat zij een enorme succesvol webinar hebben georganiseerd. Het geluid was volgens mij goed, de camera was goed, technisch ging het helemaal perfect. En, klimaatbeheersing had beter gekund. Klimaatbeheersing, dat is een puntje. Het onderwerp. Is een puntje. Zullen we de volgende keer de uitvraag meenemen. Maar ik wil hiermee afsluiten en jullie allemaal koelte toewensen. Geniet nog even van de avond. Er komt wat regen en onweer aan vanavond. Dus dan koelen we weer lekker allemaal af. Top. Tot de volgende keer. Komt ie? Ja. En vol in beeld gevangen. Heb je daar een mooi verhaal over, Cyril? Past dat hierbij? Dat is mooi, ja. Ja, we hebben het hier over de knautsjaarbij. En die knautsjaarbij is vrijwel geheel afhankelijk van de beemkroon. Hè. Dat is dat paarse bloemetje. Knautsia avensis, dus het zit ook in de Latijnse naam. En de knautsjaarbij is een Europese aandachtssoort. Dus Europa heeft gezegd van Nederland heeft een verantwoordelijkheid voor de knautsjaarbij. En dat wil dus ook zeggen dat je populaties moet hebben van de beemkroon. En er is uitgebreid onderzoek aangedaan en ja, het blijkt gewoon dat je, ik meen iets van 50 of 75 exemplaren beemkroon moet hebben in een soortrijke vegetatie. En dat dan de kans groot is dat je de knautsia bij hebt. Oké, dus hij is wel heel secuur op hoe ja, het is, ja, moet ja, zijn. Ja, hij is heel selectief in feite. Dus je hebt bepaalde soorten heb je nodig voor bepaalde zeldzame insectensoorten. Ja.